Hartelijk welkom allemaal. Na de mislukte poging van vorige week gaan we nu opnieuw het proberen om vandaag live dan wel ook echt te vergaderen. Ik heb jullie allemaal in beeld. Als het goed is, horen jullie mij allemaal. De Griffie heeft iedereen, denk ik, ook per e-mail nog geïnstrueerd. We gaan gewoon de agenda bij langs. Ik zal wel per agendapunt vragen wie er het woord over wil voeren. Dat is makkelijker dan mensen hun hand te laten opsteken. Dus dat klinkt misschien wat omslachtig, maar ik denk dat het meest werkbaar is. Ik zei net al, als we het in één ruk kunnen afmaken, dan wil ik dat graag doen zonder pauze. Omdat het wel lastig is om mensen weer na een x-tijd op een stoeltje terug te krijgen. Maar als het niet lukt, dan doen we wel even een pauze. Maar dat zien we wel. Dat handelen we naar bevind van zaken. Agenda punt 1 is opening en mededelingen. De vergadering is bij deze dan ook geopend. Er zijn geen mededelingen. Zijn er. Ik ga ervan uit dat er vanuit de fracties ook geen mededelingen zijn. Maar ik wil dat rondje wel even maken voor de volledigheid. Dat is misschien wel goed, ook voor het nageslacht, de notulen. Het CDA, mededelingen. En dan vraag ik dat aan de fractievoorzitter. Als die zichzelf even wil unmuten en vertellen of die mededelingen heeft, ja of nee. Actievoorzitter van de CDA heeft geen mededeling. Dankjewel. De ChristenUnie? Die heeft ook geen mededeling. GroenLinks? Nee, voorzitter, ook geen mededeling vanuit ons. De VVD? Nee, voorzitter, ook vanuit de VVD zijn er geen mededelingen. Goed zo. D66? Geen mededelingen. Op koers? Nee, ook geen mededelingen. Dankjewel, Partij van de Arbeid. Geen mededelingen. En 50PLUS. Geen mededelingen. Ik wil D66 wel even vertellen dat ik niet de voorzitter in beeld heb. Dat mag hij, maar wat mij betreft. Maar kijk, dankjewel. Goed, agenda punt 2 is vaststelling van de agenda. Ik ga weer zo'nzelfde rondje doen, maar ik wil even formeel weten of de agenda ongewijzigd vastgesteld kan worden. Het CDA? Agenda is prima zo. Oké, ChristenUnie? Akkoord. GroenLinks? Ook akkoord. VVD? Akkoord. D66? Akkoord. Op koers? Akkoord. Partij van de Arbeid? Akkoord. 50PLUS? Akkoord. Mooi, dank jullie wel. Agenda punt 3 is het spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dus we kunnen direct door naar agenda punt 4. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 51A in Balkbrug. Voor de herontwikkeling van het perceel ten behoeve van recreatie en natuureducatie. Ik ga weer zo'nzelfde rondje doen. Het CDA, wilden jullie daar het woord over voeren? Wij willen daar het woord niet over voeren. Wij hebben... Okay. Dankjewel. De ChristenUnie? Dankjewel, voorzitter. Nee, ook wij hebben daar geen echt relevante vragen in. Zeker niet tegen de huidige situatie. Dus, dankjewel. Nee. GroenLinks? GroenLinks? Ik zei nee. Nee, we hebben geen opmerkingen. Dat ging verloren hier. Dankjewel, VVD. Ik zou u graag een keer willen vragen. Dat kan ik niet goed horen. Dat klinkt heel erg... Ik heb hier een vraag over. Je hebt een vraag. Oké, dan in ieder geval de VVD opschrijven. D66? Geen vraag. Geen vragen. Op koers? Ook wij hebben hierover geen vragen. Dankjewel, Partij van de Arbeid. Ook de Partij van de Arbeid heeft geen vragen, voorzitter. 50PLUS? Wij hebben ook geen vragen. Oké, dan geef ik het woord aan Mirjam Klok van de VVD. Voorzitter. Ik ben woonachtig in dit gebied. Het is een prachtig gebied, het is straks van een mooi natuurgebied. Het wordt omgezet, er komt een recreatiewoning op. Is er goed nagedacht over handhaving? Er komen verschillende mensen, verschillende partijen daar natuurlijk. De ontsluitingen zijn zienswijzes ingediend. Is er nagedacht over de handhaving?
zodat het gebied net en schoon blijft en ook een goed recreatiegebied blijft voor wandelaars en andere gebruikers. Dat was mijn vraag. Dank u wel. Ik geef dan meteen het woord aan de wethouder en dat is wethouder Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Het toevoegen van een woning met een recreatiebestemming. Die bestemming is ook recreatief, hè? Dus er mag ook niet permanent gewoond worden of wat dan ook. En daarvoor geldt, en dat is ook voor de omgeving, natuur en schoonhouden daarvan, hè, dat valt binnen het kader van handhaving. Dus mochten er signalen zijn dat het anders loopt, ja, dan zul je achteraf daarom moeten handhaven. Dat is eigenlijk het korte antwoord wat ik daar ook kan geven. Mevrouw Lubbers, wilt u daar nog wat op zeggen? Ja, het antwoord is... Mevrouw Klok is het trouwens. Ja, Klok Lubbers. Nee, dit is natuurlijk een gepast en gewenst antwoord natuurlijk ook. Maar ik wil hem toch nog even noemen, omdat het gewoon een mooi gebied is. Er zijn al campings daar in de buurt waar natuurlijk veel recreatie plaatsvindt. En het was gewoon even om de extra attentie op te leggen. Oké. Okay. Nou, dan komt al heel snel de vraag naar boven, gaat dit als hamerstuk of als bespreekstuk naar de raadsvergadering? Maar dat lijkt mij een hamerstuk. Correct. Correct, hè? Ja. Hamerstuk, mooi. Dat was agenda punt 4. Zijn we bij agenda punt 5, Zonnepark Fabriekswijk De Krim. Wil het CDA daarover het woord voeren? Heel graag, voorzitter. ChristenUnie? Nee, geen vragen. Niet? GroenLinks? Ook geen vragen. VVD? Graag. Ja? Ja. Oké, okay, ja, ik kon het niet helemaal heel goed. VVD? D66? Ja. Oké. Okay. Op koers? Nee, geen vragen hierop. Geen vragen, oké. Okay. Partij van de Arbeid? Nou, wij vinden het een heel mooi plan en hebben daar verder geen vragen over. Oké, dankjewel. 50 plus. Dankjewel, voorzitter. Naar aanleiding van de aangeleverde stukken en het initiatief, nou ja, het past binnen het afwegingskader en gaat 50 plus akkoord met het raadsbesluit. Dus we hebben geen vragen. Oké, dankjewel. Dan geef ik het woord aan het CDA. Dankjewel, voorzitter. Als ik eerst even aanhaken aan de woorden van mevrouw Verschuur van de 50PLUS-fractie, dat het voldoet aan het afwegingskader, daar zijn we uiteraard buitengewoon content mee. Dan wou ik graag nog de website benoemen met alle informatie over het project. Die vond ik echt zeer informatief en van toegevoegde waarde. Plaatselijk Belang De Krim krijgt een vaste vergoeding voor het project en daar wou ik graag mijn vragen op aansluiten. Ik heb 3 vragen. De eerste is of de gemeente of de wethouder zelf een rol heeft in het verkrijgen van de grootst mogelijke meerwaarde voor de kern waar een project in uitgevoerd wordt. We hebben de vergoedingen voor de Krim gezien. En dat leidt even tot deze vraag. Dus we zijn even benieuwd hoe dat proces in zijn werk gaat. De tweede vraag gaat over de netwerkcapaciteit. En die is niet specifiek voor dit project, maar ook meer in algemene vorm. We krijgen natuurlijk meer vragen vanuit de omgeving dat de initiatieven van onze eigen ondernemers, bijvoorbeeld agrariërs, niet door kunnen gaan omdat de netwerkcapaciteit al volledig gebruikt is. En die projecten lijken dus in de knel te komen door commerciële initiatieven. En ik vroeg me even af hoe we daar onze prioriteiten in vaststellen. Dus daar zou ik graag iets over willen horen. En als laatste zijn we benieuwd naar of er ook nulmetingen gedaan worden rondom giftige stoffen in de grond en water. En hoe dat na de start van het project, na de realisatie van het project, wordt gemeten. Tot zover, dank u wel. Dank u wel. De VVD. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft nagenoeg al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Vanuit de VVD hebben we ook inderdaad de vraag hoe het zit met de netwerkcapaciteit. Weten we dat het gebied Delenswaard op dit moment vol zit. En de vraag of dit project überhaupt nog ontsloten kan worden en of er al een toezegging is vanuit Innexis dat er geleverd mag worden. Dat is een belangrijke aanvulling, denk ik. Twee, heeft een beetje te maken met de verontreiniging, mogelijke verontreiniging van zonnepanelen richting het oppervlaktewater.
Maar ook even richting de vloeivelden. Want het is natuurlijk een prachtig natuurgebied. En wij zijn als VVD ook even benieuwd wat mogelijke schitteringen van de zonnepanelen kunnen betekenen voor de toch al veel vogels die daar, en unieke vogels die daar zich hebben gevestigd. Daar zouden we ook graag een reactie van de wethouder op hebben. En voor de rest sluit ik me aan, zoals al aangegeven, bij de vragen van het CDA. Dank u wel. D66. Dank je wel, voorzitter. Aanvullend op de vraag van CDA en VVD vroeg ik mij nog af of de wethouder in dit stadium al iets kan zeggen over het vervolg van dit soort trajecten. Ik doel eigenlijk op agenda punten 5, 7 en 8, die hak ik bij elkaar. En dan vooral kijkend naar het gebruik maken van meer dakcapaciteit en mogelijk wat meer innovatie ook in de vervolgtrajecten wat betreft duurzame energieopwekking. Tot zover. Oké, wel. Even kijken, hier zijn eigenlijk twee wethouders voor. Ik geef even eerst het woord aan wethouder Ten Kate. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga even op het rijtje af. CDA heeft de gemeente een rol in de meerwaarde. En dan denk ik dat u bedoelt op het bedrag wat beschikbaar komt. We hebben straks nog een agendapunt waar ook een bedrag beschikbaar komt. Daar hebben wij in die zin geen rol in het vaststellen van het bedrag. Omdat daar gebruik gemaakt wordt van een afspraak die in de koepelorganisatie is gemaakt. En daar zijn inmiddels vaste afspraken over welk bedrag dat zou moeten zijn. Dus daar wordt gewoon aangelinkt, zeg maar. Dat bedrag dat wordt gewoon vastgesteld. Als het gaat over het besteden van het bedrag, is het nou ja, in dit geval bij dit agendapunt heel erg duidelijk waar het aan besteed wordt. En bij het andere willen we graag samen met het gebied daar een gesprek over hoe we dat gaan besteden. Dat is niet dat de gemeente dat bepaalt. Voorzitter? Ja, momentje, want dit wordt even lastig. Nu bent u de enige die interrumpeert, dus ik ga hem wel even toestaan. Normaal gesproken is het de bedoeling dat er even een blauw duimpje wordt opgestoken, voordat er een soort van pandemonium uitbreekt. Maar dan verbaal. Ga uw gang, meneer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Even een aanvullende vraag. Wethouder de Kate geeft aan dat de koepel bepaalt hoe hoog die vergoeding zou moeten zijn. Kan de heer de Kate daar iets meer over vertellen en hoe die hoogte tot stand komt en de orde van grootte van de vergoeding? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Oh, we spreken altijd via de voorzitter, dus ik denk... Ga uw gang, wethouder, ja. Ja, nee, die vergoeding die is die gedragscode die de koepelorganisatie heeft vastgesteld. Dat is de koepelorganisatie Holland Solar. En die is 50 cent per megawattuur. Dat is gewoon, dat is gewoon een vastgesteld bedrag. Dus dat is de meest concrete informatie die ik daarover kan geven. Voorzitter, dan zijn er vragen gesteld over de netwerkcapaciteit. En een beetje het gevoel van, en daar ben ik het overigens ook volledig mee eens, dat we... We moeten oppassen dat we niet te veel echt commerciële initiatieven krijgen. En ik bedoel met commerciële activiteiten dat het geld weer wegvloeit uit het gebied zelf. Daarvoor heb ik met u de afspraak gemaakt dat ik een lijstje aan zal leveren van wat er op dit moment nog in de pijplijn zit. En dat wij op dit moment, nadat dat lijstje is afgewerkt, dat we daarna ook gaan kijken van hoe kunnen we de netwerkcapaciteit die dan al beschikbaar is ook echt inzetten voor daken. Want ik weet dat er ondernemers zijn met substantiële bijdragen aan zonnepanelen op daken die op dit moment geen netwerkcapaciteit kunnen krijgen bij Enexis. Er zijn wel andere partijen die al wel de toezegging hebben gekregen en daar kunnen wij ook geen stokje voor steken om dat niet te doen. Alleen mensen die zich nu nog bij ons aan het loket zouden komen en zeggen van wij willen nu nog een groot zonneveld aanleggen, dan kunnen we wel zeggen van nou daar werken wij niet meer aan mee. Zeker als ook de raad dat ondersteunt en dat we dan zeggen van we zetten nu eerst onze netwerkcapaciteit die er nog is of die eventueel weer gecreëerd moet worden, die zetten wij dan in voor de daken die nog beschikbaar zijn en vooral ook die ondernemers die daar eigenlijk al een SDE bijdrage in hun vooruitzicht is gesteld.
Dus in die zin denk ik dat we een beetje dezelfde lijn te pakken hebben. Maar ik hou er wel van dat daar waar afspraken zijn gemaakt, dat we die ook gewoon nakomen. Vandaar ook dat ik eerst u dat lijstje ga toesturen met de projecten die nog op de rol staan. Of waar we in ieder geval nog mee in gesprek zijn. Zodat we het met elkaar weten waar we het over hebben. Ik zie dat meneer Roelofs een vraag heeft. Dank u voor het handje, meneer Roelofs. Ga uw gang. Het hoeft nou allemaal. De ene iets meer met de digitale achtergrond en de andere met de inhoud. Ik had even een vervolgvraag op dit punt. Want u zegt, we zouden daar tegen die commerciële partij kunnen zeggen dat we de voorkeur geven aan andere projecten. Doet u dat al? Is dat al beleid? Of is dat iets waar u van mij een motie voor verwacht? Als we dat als raad heel graag zouden willen. Ga uw gang, wethouder. Ja, wij hebben tot nu toe daar nog geen beleid van. Maar we hebben wel met elkaar, of in ieder geval u heeft het nieuwe vierde meerjarenprogramma duurzaamheid vastgesteld. Daarin hebben we wel gezegd dat we zondagdagen nog meer naar voren halen. En ik denk dat wij dat lijstje zo heel snel naar u toe kunnen sturen. En dat we dan heel snel duidelijkheid hebben. We hebben allemaal daar hetzelfde belang, denk ik. Althans, nou goed, dat hoor ik dan heel graag. Dan kunnen we dan zien hoe we dat gaan bekrachtigen. Ik vind het wel belangrijk dat de afspraken die we hebben gemaakt in het bod richting de RES, en dat is eigenlijk die 60 hectare, dat we daar wel aan voldoen, want dat is een afspraak die we ook hebben gemaakt, zowel in het meerjarenprogramma duurzaamheid als richting de RES. Maar met het lijstje wat ik u ga presenteren, komen we daar ook. Dus in die zin hebben we het volgens mij allemaal redelijk in. Voorzitter, de giftige stoffen, die laat ik aan mijn collega wethouder Martijn Breukelman over. Ja. Dan heb ik nog de VVD, dat ging ook over capaciteit. Nou, volgens mij heb ik daar iets over gezegd. En dan heb ik van D66 nog staan. Vervolg van dit soort, nou ja, in feite hebben we het daar ook over gehad. Volgens mij ben ik compleet geweest. Dan geef ik eerst graag het woord aan wethouder Breukelman. Dank u wel. Dat is een vreselijke echo, meneer Breukelman. Heeft u niet de foto uitstaan? Ja. Volgens mij is het nu beter. Ik denk dat het nu beter gaat. Ja. Het wordt wel een wandelend verhaal wat dat betreft. Ik zie u lopen zelfs. Maar er waren volgens mij twee vragen. Moet ik het even uit het hoofd doen, want ik heb ze opgeschreven. Maar één ging volgens mij over een nulmeting. Die je wel of niet in het gebied gaat doen. En daarvan zou je kunnen zeggen, nee, we doen op deze plek doen we geen nulmeting. Ik vraag me ook af of het verstandig is, hè, want het is een oud slipdepot, deze locatie. Wat je natuurlijk wel in de gaten houdt, is wat gebeurt er in het land als het gaat om ontwikkeling en onderzoek naar dit soort parken. En de Universiteit Wageningen heeft daar een heel aantal onderzoeken al naar gedaan. Er zijn ook in eerdere procedures aan uw raad voorgelegd. Maar het is dus niet zo dat je te verwachten hebt dat hier allerlei vervuiling gaat optreden. In dat geval zouden we misschien ook moeten kijken van ja, wat doe je dan op daken wel of niet. Hè? Dus dat zou het antwoord op die vraag zijn. Dan is de tweede vraag ging volgens mij over schittering. Omdat het ook naast de vloeivelden is. Ja, als je in het land kijkt, hè, dan zie je heel veel zonneparken verschijnen. Ook wel in de buurt van natuurgebieden. Het zijn zwarte panelen. Wij verwachten niet dat de schittering tot nadelige effecten leidt. En misschien is het ook wel goed om daarbij te weten dat bijvoorbeeld ook naast landingsbanen ook zonnevelden worden aangelegd. Dus als schittering echt een probleem zou zijn geweest, dan zou het ook zeker daar zijn teruggekomen. Dus die problemen verwacht ik niet. Dank u wel. Ik zie meneer Bak een duimpje opsteken, maar ik neem aan dat hij daarmee dat blauwe handje bedoelt. Dat hij iets wil gaan roepen nu. Als u nog heel even wil wachten, meneer Bak. Ja, ga uw gang. Oké, dank u wel, voorzitter. Toch even een vraag te verduidelijken. Dus er is geen onderzoek naar gedaan. Er is geen ecologisch onderzoek gedaan of het eventueel effect kan hebben op de waardevolle vogels in het gebied. Meneer Breukelman? Meneer Breukelman heeft u niet gehoord, volgens mij. De heer Breukelman is weg, volgens mij. Nee, ik zie hem. Ik heb hem nog wel in beeld. Maar... Ja,
Voorzitter, volgens mij hoort u mij nu weer. Ja, klopt. Het is zo dat er wel een bepaalde coating wordt aangebracht om zoveel mogelijk schittering te voorkomen. Je hebt natuurlijk ook een inrichtingsplan waarbij je probeert om zoveel mogelijk dingen aan het zicht te onttrekken. Dus daar doe je zeker je best voor. Het is niet zo dat er een heel uitgebreid ecologisch onderzoek is geweest naar wat de schittering op deze plek dan specifiek zou zijn. Oké. Oké, hartelijk dank, meneer Breukelman. Ik kijk even, ik zie ook geen handjes, duimpjes of wat dies meer zei in het beeld verschijnen. Dus ik ga wel even een rondje fracties maken of er wel behoefte is aan een tweede termijn. Of in ieder geval van de partijen die het woord hebben gevoerd. En dat is het CDA. Heeft u behoefte aan een tweede termijn? Nee, dank u wel. Ik pak mijn punten bij. VVD, meneer Bak, u behoeft aan een tweede termijn? Niet specifiek tweede termijn, wel even terug naar mijn vraag. De verbinding is niet even goed, dus ik heb de wethouder niet helemaal goed gehoord. Of er op dit moment voor dit zonnepark ruimte op het netwerk is. Die vraag heb ik niet helder kunnen onderscheiden. Dat is de vraag die mij bij wethouder Ten Kate hoort. Die geef ik dan nog even het woord. Ga uw gang, meneer Ten Kate. Ja, die netcapaciteit die is er, voorzitter. En om ook alvast voor het volgende plan wat wij hebben, als daar dezelfde vraag zal leveren, kan ik die ook al nu al bevestigend beantwoorden. Prima, okay. Heel mooi. Dank. D66, meneer Rodemond, behoefte aan een tweede termijn? Nee, dank u wel. Oké. Dan ga ik wel het hele rondje even maken. Nou, misschien dat het zo lukt. Hamerstuk of bespreekstuk, volgende raadsvergadering. En ik denk een hamerstuk. Ik zie allemaal mensen knikken. Als mensen het niet willen, dan moeten ze even een duimpje, handje, vingertje opsteken. Oké, hamerstuk. Mooi. Kijk, dat gaat toch best goed. Want we zijn al bij agenda punt 6. Dat is de bijdrage aan de nieuwbouw MFA de Krim. Het CDA, wilt u daarover het woord voeren? Ja. Even kijken, het CDA. De ChristenUnie? Ja, ik heb een handje opgestoken. Ja, ik ben aan het meeschrijven, dus dat zou ik kunnen missen. Ik verwacht als ik zo'n rondje maak dat de voorzitters wel even ja of nee roepen. GroenLinks, wilt u het woord voeren? Ja, graag. GroenLinks, VVD? Ja, graag. D66? Ja. Oké. Op koers? Ja, graag. Oké, dank u meneer Kloekhorst, Partij van de Arbeid. Ja, graag. Mevrouw Kloekhorst en 50 plus. Wilt u het woord voeren over de Krim, MFA de Krim? Nou, ik zat eerst wachten op Linda, vandaar. Wilt u het woord voeren over de Krim, agenda 6? Ik heb het idee dat... voorzitter. 50 plus, oké. Okay. Ja. Prima. Ja, prima. Doet u dat, mevrouw Schuur? Of is meneer Schuurman de woordvoerder? Want die hoort mij blijkbaar niet. Nee, ik pak hem wel op, voorzitter. Oké, prima. Hartstikke goed. Dan ga ik hetzelfde rondje weer doen, want dan begin ik gewoon bij het CDA. Want alle partijen willen daar iets over roepen. Het CDA, geef ik het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. De CDA heeft veel waardering voor de inzet van ieder rond dit traject van MFA de Krim. Wij zien het MFA de Krim vooral als een voorbeeld van waar je iets moois van de grond kan trekken vanuit het particulier initiatief. Met enorme inzet van de inwoners en met hele goede samenwerking met de gemeente. Bedankt het college voor het informeren over de gevonden financiële ruimte. Maar ook daar hebben we wel een vraag over, met name als het gaat om de financiële bijdrage van de provincie. We hebben begrepen dat die €200.000 door de provincie wel is toegezegd, maar dat we die nog wel binnen moeten harken. En dat er nog flink wat werk aan zit via allerlei subsidieaanvragen. En de vraag aan de wethouder is dan, mogen we ervan uitgaan dat ook hier de gemeente optimale ondersteuning verleent, omdat dat geld ook echt beschikbaar komt. Of dat de wethouder of de gemeente dat ook zal bewaken, dat het toegezegde geld, dat we dat ook echt krijgen. Dan hebben we nog een vraag bij de laatste opmerking van het raadsvoorstel, als het gaat over de risico's. En bij die risico's
Lijkt het alsof de gemeente zegt van, nou ja, het is particulier initiatief, dus daar kunnen wij allemaal niet zoveel aan doen. Maar gelet op die optimale samenwerking die we tot nu toe hebben gehad, is ook hier onze vraag, mogen we dan wel verwachten dat de gemeente alles zal doen wat in haar vermogen ligt? Ook al gaat het om een particulier initiatief. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. De ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om te zien dat het college zo snel heeft geacteerd na een motie van deze raad van februari. Wij hebben een vijftal vragen. In het voorgaande agendapunt in die notitie stond volgens mij dat het zonnepark ook een bijdrage zou leveren. Wij zien dat niet terug in dit stuk. Daarnaast is er ook nog gesproken over mogelijke bezuinigingsmaatregelen. We zijn even benieuwd of het college daarna heeft gekeken. Dit is een tweede bijdrage. En we zijn even benieuwd of het college nog een risico ziet of er in de toekomst nog een mogelijke bijdrage gegeven zou moeten worden. Daarnaast zijn wij ook geïnteresseerd in de bijdrage van alcoholische versnaperingen aan de exploitatie. En in hoeverre die bijdragen aan de bestaanszekerheid van het MFA. En of het college dat ook wenselijk vindt. En tenslotte, we leven in een bijzondere tijd met corona. En we weten niet of dat nog effecten zal hebben op dit plan. Tot zover. Dank u wel, GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook vanuit onze fractie op zich waardering voor de gelden die er nu zijn. En de voorgaande fracties tikten het ook al even aan. Maar wij hebben graag even duidelijkheid, want wij hebben in voorgesprekken met de Krim ook vernomen dat de financiering in het verleden wel eens lastig was, omdat dat ook allerlei subsidieregelingen waren. En dat het geld niet 1, 2, 3 beschikbaar was. Dus daarom de vraag, kan met de verstrekking van dit krediet ook zo snel mogelijk begonnen worden met die bouw? Of is de financiering nog weer afhankelijk van allerlei andere externe factoren en lopen we daardoor risico dat er weer vertraging in het spel gaat komen? Voorzitter, dat is van mijn kant. Ja, dank u wel. De VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de VVD is altijd duidelijk geweest ter zake de situatie MFA en de Krim. Veel waardering voor de Krim en eindelijk krijgt ze wat ze verdienen. Voorzitter, één vraag nog in aanvulling op de eerdere vragen die gesteld zijn. Is dat het raadsvoorstel laat zien dat de dekking wordt gevonden in de algemene reserve. En de VVD vraagt nog even af om de ontwikkeling van de algemene reserve ook afgezet tegen de coronaperikelen die nu spelen. Dat zal ongetwijfeld van invloed zijn op de omvang van de algemene reserve. En die was al aan de ondergrens. Dus de vraag betreft nu, loopt deze financiering nog risico als de algemene reservepositie anders wordt? Dank u wel. Okay. D66. Dank u wel, voorzitter. Ja, heel veel vragen zijn al gesteld. Ik haak even aan op de opmerking van GroenLinks en de risico's die er mogelijk nog zijn ten aanzien van de snelheid. In de voorgesprekken hebben wij begrepen van de Krim dat juist het tempo van het verkrijgen van het geld leidde tot deze extra aanvraag van geld. Eigenlijk wil ik ook kijken naar mogelijke toekomstige initiatieven, ook uit andere gemeenschappen. Zien wij op een of andere manier als bestuur kans om dit soort zaken te vermijden in de toekomst? Dank u wel. Op koers. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben op zich geen vragen meer. We hebben wel de loftrompet. Als er dan een vraag is, dan is dat, wat betekent die 1,5 meter maatschappij voor de exploitatie? Dank u. Dank u wel. Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben geen nieuwe vragen meer. We wachten even de beantwoording van de vragen van de andere fracties af. De Partij van de Arbeid weet dat het proces om te komen tot een MFA in de Krim de nodige tegenslagen kent. Maar er is ook voldoende draagvlak, inzet van vrijwilligers, betrokkenheid en gemeenschapszin aangetoond. En wat ons betreft, de provincie is bereid om te investeren. En wat ons betreft zouden wij dat als gemeente ook moeten doen. Okay.
Hartelijk dank. 50 plus dan tot slot. Ja, dank u voorzitter. Eigenlijk zijn de vragen die we hadden over het risico, die zijn al gesteld. Dus we wachten eerst op de antwoorden af van onze wethouder. Heel goed. Ook hier zijn er twee wethouders voor verantwoordelijk. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Luiten. Dank u wel, maar voorzitter. Wij hadden alleen in het college afgesproken dat de heer Breukelman de woordvoering zou krijgen. Oh, nou, ik vind het ook goed. Dan geef ik nu eerst het woord aan meneer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk, wordt al het gras nu voor de voeten weggemaakt, dus niet, maar het valt mee. Even de vragen bij langs voor het MFA. Even in één minuut terug. Hè, in 2018 het besluit genomen onder voorwaarden. Met ook wel wat stappen daarin om te voorkomen dat het risico dat afgedekt wordt. Hè. Eerst resultaten laten zien voordat delen van de subsidie van de gemeente vrijvallen. Ik denk dat destijds ook een verstandige keuze is geweest. Nou, de rest van het traject, daar bent u van op de hoogte. Hebben we ook onlangs bij de begrotingsraad nog over gesproken met elkaar. En na tijd heeft u een motie ingediend waarin het college oproept om een oplossing te vinden, zo mogelijk ook bij de provincie. En dat brengt mij ook bij de vragen van het CDA. De eerste vraag, hè, die subsidie. Harde toezegging van de provincie van de gedeputeerden gekregen. Ja, dat betekent wel dat er die subsidie ook gewoon een eigen aanvraagroute kent. Maar wij zullen daar zeker de werkgroep bij ondersteunen. De contacten daarover zijn gewoon heel erg goed. De tweede vraag ging over de risico's. Ja, er blijven risico's. Dat weten we ook met elkaar. Maar ik denk dat de opstelling van de gemeente al wel hebt kunnen zien dat we er alles aan doen om die risico's zoveel mogelijk te beperken. En dat wil zeggen dat we begonnen met een particulier initiatief waarvan we gezegd hadden, ja, de gemeente draagt wel een deel bij. Maar dat is het dan ook. Hè. De rest moet je toch allemaal vanuit de samenleving zelf komen. En gaandeweg hebben we wel gezegd, ja, dit is een dusdanig groot project. Wij gaan daar vanuit de gemeente ook even een stukje begeleiding geven in met projectleiding, projectmanagement, et cetera. Dus die overlegstructuren die zijn er veel, zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau. We zijn goed aangehaakt en we zullen er inderdaad ook alles aan doen om het tot een succes te brengen. Ik ga door met de vragen. Ja, als je dan kijkt naar, had je nog kunnen bezuinigen, af kunnen schalen. Daar hebben wij toch het idee gehad dat wat nu ter tafel ligt al dusdanig een uitgekleed pakket is. Dat zou je daar nog verder in snijden, dat het echt raakt aan de kwaliteit van het gebouw dat je daar neerzet. En daar zag de werkgroep, maar ook wij eigenlijk geen oplossingen in. De bijdrage van het vorige onderwerp op de agenda, hè, van het zonnepark, die ziet niet terug in dit draadsvoorstel, dat klopt. Want die zat al in de reguliere financiering van het MFA, dus die zit daarin. Ja, een vraag over alcohol, moeilijke vraag, ik snap hem wel. Maar het enige wat ik ook kan zeggen is eigenlijk, daar waar nu het dorpshuis in de Krim haar regels heeft, gelden die straks ook in het MFA. En daar waar het voor het gedeelte van de sport betreft, gelden de regels rondom alcohol zoals die in alle sportaccommodaties in onze gemeente gelden. En dat zal ook voor de sportaccommodatie in de Krim zo zijn. Ja, verwachten wij dan nog vertraging? Geld zou een vertragende factor zijn geweest. Voor een deel kan dat misschien zo zijn. Hè? Ook omdat men een eigen bijdrage voor elkaar te boksen had in de Krim. Er zaten ook wat voorwaarden van onze kant in. Van ja, eerst wat resultaten laten zien voordat wij het geld overmaken in het kader van risicomanagement. Nou, in de praktijk zie je dat daar dan een aantal problemen opdoemen. Namelijk dat het aantal subsidies pas naar die tijd verstrekt worden, terwijl die in de voorkant zouden moeten zijn meegenomen. Maar op dit moment, met deze stand van zaken, verwachten wij niet dat het geld zeg maar nog een extra vertragende factor zal zijn voor het MFA en de Krim. En of corona dat dan wel of niet is, ja, als ik daar het loepzuivere antwoord op had, dan zou ik op een hele hoop plekken aan de slag kunnen, denk ik. Want dat is niet zo. Het is wel zo dat de bouw voor het grotendeel op dit moment gewoon doorloopt. Dus we hopen dat dat geen beperking zal zijn.
Voor de rest gelden natuurlijk dezelfde maatregelen zoals ze in den landen gelden. En hopen met z'n allen dat we op niet al te lange termijn weer iets meer bewegingsvrijheid krijgen in dit land. Dus voor de bouw, voor de ontwikkeling zie ik die beperking niet meteen. Alleen het is wel een dossier wat dusdanig snel in ontwikkeling is dat ik daar uiteraard geen zekerheid op kan geven. Ook die voorwaarden en het geld. Hè, D66 vroeg naar hoe kun je ervoor zorgen dat het in de toekomst misschien anders loopt. Daarbij denk ik wel dat iedere casus uniek is en dat je als gemeente moet proberen om het maatwerk daarin te leveren. En ik vind zelf ook nog steeds dat met de kennis van toen, de voorwaarden die toen gesteld zijn, ook hele logische voorwaarden waren. En we zijn nu een heel eind verder in het traject. Er is veel realistische zicht op de uitvoering. En dus kun je daar ook wat makkelijker in bewegen. Maar ik denk dat het voor iedere casus uniek is. Als ik u even mag onderbreken, meneer Breukelman, ik zie een handje van meneer Stelpstra, die wil ik het woord geven, en daarna meneer Rodermond. Ja, hij is er net al voorbij. Maar een van mijn vragen was hoe groot het college het risico inschat dat er nogmaals een bijdrage geleverd zou moeten worden aan het MFA. We hebben natuurlijk eerder aangegeven geen extra bijdrage te geven. Op zich hartstikke mooi dat we het nu wel kunnen doen. Dat onze reserve daarvoor voldoende op peil is. Maar ik ben even benieuwd hoe groot het college risico acht op een mogelijke nog een bijdrage. Meneer Breukelman? Ja, dank u wel. Een 100% garantie kan ik natuurlijk nooit geven. Alleen met de kennis van nu verwachten wij niet dat er na deze bijdrage nog eens een keer een bijdrage zal moeten zijn. En we hebben op dit moment natuurlijk wel veel beter zicht op de realisatie dan in de perioden hiervoor. Dus vooralsnog verwacht ik dat niet. Meneer Rodermond? Dank u wel, voorzitter. Even terugkomend op mijn vraag en de beantwoording van de wethouder hierop. Het was niet mijn intentie om te zeggen dat hier fouten zijn gemaakt in het verleden, waardoor we nu extra geld moeten leveren. Alleen heb ik uit de gesprekken met de Krim hier en daar enkele zaken gehoord, waarvan ik denk, hier zijn misschien nog lessen te leren voor ons als gemeente, als geheel bestuur, zowel college als raad en als ambtelijk apparaat. Ziet de wethouder in ieder geval ook dergelijke lessen, ondanks dat het feit dat iedere casus uniek is natuurlijk inderdaad. Meneer Breukelman? Jazeker hoor, voorzitter. Als je even kijkt naar een voorbeeld van die trapsgewijze verstrekking van ons geld, dan zat daar ook voorwaarden in van subsidie van anderen, die op hun manier weer een voorwaarde hadden van eerst realiseren en dan de subsidie. Dus over dat soort dingen, hè, waar geld en subsidiestromen dan een vertragende factor gaan worden, ja, daar kunnen we zeker bij toekomstige projecten nog wat van leren. Oké, en dan heb ik meneer Gelling die ook nog wat wil vragen. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik had nog even gevraagd over de algemene reservepositie. En meneer Zelfsa zegt dat hij voldoende op peil was. Nou, dat is mooi, maar dat is dan met name was, denk ik. Want voor de corona, en ik hoorde wethouder ook zeggen, ik kan de corona niet voorspellen, nou, daar heeft hij gelijk in, maar de financiën volgen natuurlijk wel. Er zijn al wat maatregelen getroffen, ten zake parkeren en belastinguitstel enzovoort. Die zullen toch ongetwijfeld iets van neerslag hebben op de financiën en de positie van de gemeente. Dus ik begrijp dat niemand in de bol kan kijken, maar ik neem aan dat de wethouder wel zijn portemonnee in de gaten houdt. En daarom nog een keer concrete vraag. Is deze bijdrage afhankelijk van de aan te houden reservepositie ook vanwege de regels die daarvoor gelden? Of krijgt de Krim zeker zijn geld ongeacht die positie? Meneer Breukelman? Ja, voorzitter, ik was nog niet aan het einde van mijn betoog, dus had ik dat afgewacht, dan was ik zeker bij dit punt gekomen. Dat doe ik dan nu meteen maar even. Hè. De vraag dekken uit de algemene reserve en leidt dat dan niet tot een te groot risico? Dat is ongetwijfeld ook een discussie die we in de PNC-cyclus terug gaan zien. We hadden er ook voor kunnen kiezen om het te dekken uit bijvoorbeeld het rekeningresultaat 2019. Maar dan zou je nog weer een heel eind verder in de tijd zitten. En bovendien hebben we als vuistregel in het huis wel dat resultaten teruggaan naar de algemene reserve. En
nieuwe plannen dan onttrokken worden aan de algemene reserve. En dat is ook wel de meest transparante handelswijze, zullen we maar zeggen. Het is nog wel zo, hè, die 4,5 ton, als je die activeert, dan zouden er wat structurele lasten uitkomen. Ik geloof 18.000 jaarlijks. Dat staat nog niet in het raadsvoorstel, dus die zullen we nog even corrigeren in de komende 14 dagen. Maar de heer Gelling stelt eigenlijk een bredere vraag, hè. De verloop van je algemene reserve. Wat verwacht je in de toekomst misschien wel met nadelige effecten van corona? En ja, wat betekent zo'n bijdrage dan? Nou, die discussie gaan we ook echt nog wel met elkaar voeren. De algemene reserve is op niveau. Liep wel weer terug door het aantal investeringen dat we in Harderberg deden. Maar misschien is het wel goed om er ook bij te vermelden dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de risicoposities, het weerstandsvermogen wat we in Harderberg hebben, dat dat wordt aangemerkt als uitstekend. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat door de coronacrisis ook wij middelen daarvoor zullen moeten inzetten. De heer Gelling noemde al bijvoorbeeld de mindere inkomsten van het parkeren wat we gaan meemaken. Maar denk ook maar aan enorme daling van de toeristenbelasting. En dan zwijgen we nog over ja, hoe er in algemene zin belasting wordt betaald of de uitgaven die we bijvoorbeeld doen in het sociaal domein als het gaat om uitkeringen. Dus ja, onze inkomsten zullen dalen, onze uitgaven zullen stijgen. Daar zal voor een deel door het Rijk worden gecompenseerd, maar vroeg of laat krijgen wij natuurlijk met de gevolgen van die coronacrisis te maken. Nou, ik zei al iets over ons weerstandsvermogen, dat als uitstekend wordt betiteld. Daar gaan we met elkaar discussie over aan. In juni, geloof ik, hè, in de PNC-cyclus. Maar de Raad heeft het college opgeroepen middels een motie om de financiering voor elkaar te boksen. We hebben wel geproefd bij de provincie dat 2 ton er nog extra bij vanuit de provincie daar wel absoluut de max is. En toen hebben wij gezegd van, nou ja, wil je dat het initiatief in de Krim doorgaat en wil je uitvoering geven aan de motie, dan betekent dat een bijdrage van 4,5 ton. En ja, met de kennis van nu denken we dat we die gestand gaan doen. Oké, dank u wel. Dan geef ik nu wel het woord aan mevrouw Luiten. Ja, u bent hoorbaar nu. Ik heb hier niks aan toe te voegen voor zover ik heb gehoord. Want volgens mij heeft meneer Brugman alle vragen beantwoord. Tenzij ik er één over het hoofd heb gezien. Nee, maar volgens mij niet. Ja. Volgens mij ook niet. Ik zie ook geen handen opgestoken worden. Dan ga ik even het rondje maken. Behoefte aan een tweede termijn, CDA? Nee, geen behoefte aan een tweede termijn. Wat ons betreft mag het ook een hamerstuk worden. Ja, ChristenUnie? Ja, ik heb nog wel een korte vraag. Dat kan. Ga uw gang. Ik doe het even zo, want dan... Ja, prima. Hartstikke fijn. Meneer Breukeman gaf net aan dat hij het een goede vraag vond. Maar aangaf dat de geldende regels van toepassing zijn. Ik heb het even rondom de alcoholische versnaperingen in relatie tot de exploitatie, in relatie tot de bestaanszekerheid. Is de portefeuillehouder bereid om hier nog eens verder over na te denken hoe wij als gemeente daarop acteren? Meneer Breukelman? Of ja, het gaat over exploitatie. Meneer Breukelman. Ja, voorzitter. Het is daarbij natuurlijk wel zo dat we de opzet van het MFA, inclusief de exploitatieopzet, eerder in de raad is geweest. En die is destijds, ik geloof, unaniem akkoord bevonden. Dus om daar dan nu nog weer heel inhoudelijk op terug te grijpen, ik voorspel dat misschien een wat lastige discussie is. Het gaat niet zozeer om deze situatie nu te veranderen, maar het gaat er meer om van, is de wethouder bereid om voor toekomstige situaties daarover na te denken? Hoe de gemeente daarop zou kunnen acteren? Ja, voorzitter, nadenken natuurlijk altijd. Alleen, als de vraag ook is, hè, hoe ga je om met alcohol in verenigingsruimten, dorpshuizen, sportkantines, dan is dat misschien een vraag die je veel breder over de gemeente zou moeten beantwoorden. En
als de Raad daar iets anders in wil, dan zwingelt u er ongetwijfeld een discussie over aan. Oké, hartelijk dank. Gaan we dat doen? Dank u wel. Ik was gebleven bij GroenLinks. Tweede termijn en hamerstuk, bespreekstuk. Laten we die maar gelijk even meepakken dan. Nee, voorzitter, wat mij betreft geen tweede termijn. En wat ons betreft kan dit een hamerstuk worden. Dank u wel. VVD? Voorzitter, geen vragen voor de tweede termijn. Wat ons betreft mag het ook een hamerstuk worden. Oké, dank u. D66? Sluit ik mij bij aan, hamerstuk. Dank u wel. Op koers? Wat ons betreft hamertje tik. Oké, dank je wel. Partij van de Arbeid? Het wordt een beetje saai, maar... Oh, heel goed. Geldt dat ook voor 50PLUS, mevrouw Verschuur? Ja, zeker, voorzitter. Okay. Nou, mooi. Dan is dat bij deze punt ook afgehandeld. Dan kan het als hamerstuk naar de Raad. Dan zijn we bij agenda punt 7. Dat gaat over drijvend zonnepark Klooster Haar. Het CDA, wilt u daarover het woord voeren? Alsjeblieft. Ja. ChristenUnie? Ja, graag. Oké. GroenLinks? Ja, voorzitter, graag. VVD? Graag, voorzitter. D66? Nee, dank u wel. Oké, op koers? Wel. Partij van de Arbeid? Jazeker. En 50PLUS? Voorzitter, net als de voorgaande, de aangeleverde stukken voldoen aan de afwegingskade. Dus op dit moment hebben wij geen vragen. Oké, heel goed. Ga ik nu het rondje even andersom doen, geef ik het woord aan de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ernaar gekeken en we denken dat het een goed plan is, maar er zitten nog wel wat haakjes en ogen aan, omdat het een... zoals het stuk ook beschrijft, een experimenteel plan is. Dus die ecologische kwaliteit, daar heb ik nog wel een vraag over. Er wordt gekozen voor een hele dichte opstelling en niet alleen een zuidopstelling. En volgens mij heeft dat al bij bepaalde projecten op land in ieder geval, leidt dat tot enorme ecologische erosie. Dus ik vraag me af, hoe zal dat hier gaan in deze klas? Daarnaast heb ik het gebiedsfonds. Daar wordt nadrukkelijk gezegd, het gebiedsfonds is voor de gemeente Hardenberg. Maar ik kan me ook voorstellen dat het gebiedsfonds ook iets voor de omgeving doet. Dus misschien dat de wethouder daar ook nog wat over kan zeggen. Dat waren mijn vragen. Oké, hartelijk dank. Op koers. Ja, voorzitter, dank u wel. Ben ik hoorbaar? Jazeker, ga u gang. Ja, oké, prima. Voorzitter, dank u wel. Die eerste vraag die ik had, dat sluit eigenlijk aan op de vraag van de Partij van de Arbeid. En dus die hoef ik eigenlijk niet meer te stellen. Verder had ik een vraag over de netcapaciteit. Maar die heeft de wethouder al bij het project De Krim beantwoord. Ja. Evenals de schittering van de platen, wat ook al beantwoord is in het eerste project van de Krim. Nou, hartstikke. Verder had ik hier geen vragen over. Hartelijk dank. Ga ik naar de VVD. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, waar de Partij van de Arbeid de ecologische vraag stelt, dat wij toch een tandje dieper gaan, omdat we inderdaad heel weinig weten wat het betekent om zonnepanelen op water te hebben. Is het natuurlijk ook de vraag, één, zoals de heer Jonker zal aangeven, wat het betekent voor de ecologische kwaliteit van het water. Maar zou het ook eventueel kunnen leiden tot afvalstoffen in het water? En de vraag die we daar in ieder geval aan gekoppeld hebben, dat voor ons een hele belangrijke is of er gedurende de periode ook monitoring gaat plaatsvinden van de waterkwaliteit. En of er ook daarvoor een monitoringsnetwerk bedacht is. Dat is voor ons wel een belangrijk punt. Dat is het eerste punt. Het tweede punt gaat even breder in op de vergoeding. En ik heb even getwijfeld of ik dat discussiepunt bij het vorige agendapunt het sprake wil brengen. Maar ik zou bij u goed vinden ook graag wat breder willen trekken.
Want hier hebben we weer een locatie waar een zonneveld komt. Even los van het experimentele karakter hier. En de wethouder heeft zojuist aangegeven dat er een vergoeding is van 50 cent per megawatt. Maar ik ga er even uit dat dat per kilowatt is. Wat vastgesteld is door de koepel. Mijn eerste vraag richting de wethouder is van wat vindt hij van dat bedrag van die 50 cent? Dat is voor de eerste termijn mijn vraag erop. En ik zal later ook daar op reageren. En mijn vervolgvraag is ook is van, heeft de wethouder, heeft het college in beeld, of er meer van dergelijke omvangrijke zonneparken in de gemeente zouden kunnen zijn? Is daar al een inventarisatie van geweest? En wat zou dat betekenen voor de participatie en de omgeving die daarin kan participeren? Wat dat betekent voor de omgeving? En dat bedoel ik dan echt in sociaal-economisch opzicht. En ik zou graag daar wat gedachten en beelden van de portefeuillehouder van horen. Hoe hij daarnaar kijkt. Dat is voor de eerste termijn even mijn belangrijkste twee vragen, voorzitter. Hartelijk dank. GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst zijn we natuurlijk heel positief om mijn agenda te zien met zoveel duurzaamheidsplannen. Dat vinden wij altijd fijn. Enkele vragen zijn gesteld. Dat blijft bij mij over de vogels hebben wij gelezen dat er camera's worden geplaatst om te monitoren wat dat voor de vogels doet. Dat vinden wij mooi. En zeker omdat, zoals de VVD ook al aangaf, wij nog weinig weten over zonnepanelen op water. Horen we graag of we ook bereid zijn om de ervaringen die we daar opdoen, om die wat breder te trekken en om daar lering uit te trekken of we dingen van andere gebieden bijvoorbeeld ook kunnen gaan toepassen. En dan hebben we het ook over de vogelwelzijn, laat ik het dan even zo noemen. En inderdaad over de waterkwaliteit, dat vinden wij ook wel interessant van de VVD. Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar niet aan had gedacht. Dus alle waardering daarvoor naar de VVD. Voorzitter, dat okay. Hartelijk dank. De ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De vraag over de monitoring, die stellen wij graag mede met VVD en de GroenLinks. Er wordt een natuurtoets gedaan, wat gaan we daar verder mee doen? Als we kijken naar de energie van dit zonnepark, aan hoeveel windmolens staat het dan ongeveer gelijk? We hebben een zoekgebied aangewezen in Bergstein, Klooster, Sikkelo, voor windenergie. En dit zonnepark ligt daar net niet in, maar hoe verhoudt het zonnepark zich ten opzichte van het zoekgebied voor wind en de windenergieontwikkeling langs de Duitse grens. Kijk, een van de argumenten is de maatschappelijke meerwaarde en compensatie. In dit plan wordt gesproken over financiële participatievormen. Maar hoe groot is dit bedrag en ten opzichte van het gehele plan? Dat is ook een beetje de vraag van het VVD. En daarnaast kunnen inwoners van de gemeente eenmalig de mogelijkheid krijgen om te participeren in dit zonnepark. Maar waar hebben we het dan over en hoe worden deze inwoners geïnformeerd? Dank u wel. Hartelijk dank, het CDA. Dank u wel, voorzitter. Dit is ook wel een keer mooi, dat ik roep wat anderen altijd roepen en dat is dat de meeste van onze vragen gesteld zijn. Wat ik in ieder geval graag wil zeggen is dat ik blij ben dat we een keer niet over landbouwgrond hebben. Dat is iets wat ik altijd moet roepen, ongeveer elk project is hier niet aan de orde. Omdat we het hier over water hebben, wil ik heel graag de vragen rondom de monitoring onderstrepen. Vanwege de verbinding met andere gebieden, de ligging rondom Engbersuiksveen bijvoorbeeld. Dus volgens mij is dat bij een park op water zo mogelijk nog belangrijker dan op land. Dus ik zou daar graag een uitgebreid inhoudelijk antwoord op horen. Tot zover. Oké, hartelijk dank. Nou ben ik even benieuwd of het college wederom afspraken over volgorde van wethouders heeft gemaakt. Want ik heb hier meneer Breukelman en meneer Ten Kate op mijn lijstje staan. Meneer Ten Kate zie ik zijn vinger opsteken. Dan geef ik aan u het woord, meneer Ten Kate. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook maar even weer in volgorde van partijen, Partij van de Arbeid. Gebiedsfonds met name, daar staat in de stukken, de revenuen komen richting gemeente Hardenberg. Het is niet de bedoeling dat wij dat in onze begroting gaan inzetten. Dat geld dat blijft beschikbaar, zoals ik ook al bij de vorige
heb gezegd dat geld dat bleef beschikbaar voor het gebied. En we hebben inmiddels al gesprekken gevoerd. Er is al één overleg geweest met vertegenwoordigers uit het gebied van hoe wij dat geld het beste daar in dat gebied kunnen inzetten. En het liefst doen we dat natuurlijk ook weer als het gaat over duurzaamheid, dat we het ook weer verder gebruiken voor andere duurzaamheidsprojecten. Maar nogmaals, daarover leggen we over met het gebied. Het bedrag bij de VVD, het is echt 50 cent per megawattuur. Vraag mij niet naar allerlei grootheden, zo technisch ben ik niet, maar ik krijg nogmaals bevestigd, het is 50 cent per megawattuur. Dat komt in dit geval neer op 450 euro per hectare per jaar. Maar het is verkapitaliseerd en naar voren gehaald en daarom is het een ton. Even kijken. Inventarisatie. Nou, dat ben ik even de vraag kwijt. Ik heb hier participeren van de omgeving. Nou, misschien dat in de tweede ronde de VVD nog even de vraag kan herhalen. Want dan... Ja. Dat te lang bij stilstaan misschien. Mag ik heel even, meneer Ten Kate, want meneer Roelofs die steekt een vinger op, dus die zou ik graag even het woord willen geven. Ja. Dank u wel, voorzitter. Even aansluitend aan die 50 cent. Ik heb er bij het eerste onderwerp al een vraag over gesteld, nu stelde meneer Bak er een vraag over. Maar dan is mijn volgvraag, stappen we niet heel makkelijk over die 50 cent heen als input voor de berekening? Dus volgens mij moeten we daar nog een stap voor gaan zitten. Is die vergoeding wel genoeg compensatie voor de nadelen die we dat gebied opleggen? Daar zou ik nog graag iets over horen. En daar stappen we voor mijn gevoel overheen met de input van 50 cent. Meneer Ten Kate, en daarna zou ik graag even het woord willen geven aan meneer Bak, want die stak ook een duim op. Meneer Ten Kate. Ja, voorzitter. Nou, daar kunnen we natuurlijk altijd over discussiëren. Maar juist omdat je daar altijd over discussieert, is er een bedrag landelijk vastgesteld in overleg met diverse partijen. En daar heeft de koepel, daar is dit bedrag uitgekomen. Wat door diverse partijen als redelijk wordt geacht. En daar leunt natuurlijk zo'n project dan ook wel behoorlijk op. Dus in die zin hebben we daar dan op dat moment ook niet zoveel meer over te zeggen. Kijk, je kunt elke discussie daarover aangaan, maar aan de andere kant is het ook wel mooi en wellicht dat er dan wordt gezegd van ja, ook wel misschien wel makkelijk, maar ik vind het op zich ook wel mooi dat er een eenheid is en dat we daar ook gewoon afspraken over kunnen maken en dat het ook voor elk project in die zin ook gelijk is en daar niet meer over hoeft te discussiëren. En nogmaals... ook in die zin is het meer nooit vol, om het maar ook bij in dit geval een waterplas te houden. Maar ik denk dat dit de richtlijnen zijn die wanneer daar ook over aan het bakkeleien zou komen, ook bij de Raad van State, juist dan wordt genoemd als de afspraak die er landelijk ligt. Meneer Bak, want ik neem aan dat u over hetzelfde iets had willen zeggen, vragen. Dank u wel, voorzitter. Dat klopt. Hier ging mijn vraag over, maar ik wil er ook wel graag op reageren. Want ik heb wel behoefte om een kwalificatie te geven aan die ton. Voor ons als VVD voelt het echt als een aalmoes waar de omgeving mee het bos ingestuurd wordt, of het water ingestuurd wordt. En wat bij ons echt, en daar wil ik ook graag een reactie hebben van de wethouder, wat de problematiek bij ons echt zit, is dat dit park echt gebouwd wordt door een ontwikkelaar en gebouwd wordt voor de verkoop. En allerlei assetpartijen die zijn heel erg welwillend om dit soort parken te kopen. We verdienen veel geld op de beleggingen in deze park. En de omgeving heeft de overlast en het nakijken. En ik zal u even een rekensommetje geven, want we hebben bij de VVD een rekensommetje gemaakt. Er is een SDE-subsidie ter beschikking gesteld voor de komende 16 jaar van 23 miljoen euro. De winstgevendheid in dit project is ongeveer de helft van de SDE. En daar praten we dus over ruim 10 miljoen euro. Daar had toch best een beetje meer naar de omgeving gekund. En dan is wel onze oproep, in combinatie met de vorige vraag die ik gesteld heb, van ga eens kijken wat in Harderberg nog meer aan parken mogelijk is, om samen met de verschillende gebieden in de gemeente Harderberg te kijken van wat kan dit nu betekenen? Want enerzijds kun je werken aan duurzaamheid. En als je dat dan een participatie laat zijn en een investering laat zijn vanuit je omgeving, gefaciliteerd door
de gemeente. Dan kan er heel veel geld binnen de gemeente blijven. En kunnen de kernen in de gemeente Hardenberg, want als je uit zou gaan van elke kern een zonnepark, zou je en aan duurzaamheid kunnen werken, maar je zou ook sociaal maatschappelijk heel veel kunnen bereiken. He, want als die 10 miljoen winst, he, en laat dat, dan is de helft voor de maatschappij zijn, dan zou je fantastische dingen kunnen doen. Als je kijkt wat je nu in de Krim doet met je MFA, nou, je hebt je dekking zo voor elkaar. Dat is een hele andere manier van denken. En ik vind dus het zeggen van, ja, er zijn landelijke richtlijnen voor, vind ik echt een slag te kort door de bocht. Die zou je volgens mij veel meer uit kunnen halen. Punt duidelijk, meneer Bak. Als meneer Ten Kate hierop wil reageren, heel graag. Ik was nog niet helemaal uitgesproken, voorzitter. Nou ja, maar dan zou ik u toch willen vragen om uw punt echt te maken, meneer Bak. Want het is mijn punt is dat ik graag een voorstel zou willen zien van de wethouder. Hoe er in de gemeente Hardenberg vanuit duurzaamheid ook meer geparticipeerd kan worden met de omgeving. En dat de winsten terugvloeien naar de omgeving en niet naar grote assetpartijen. Oké, duidelijk. Dank u wel. Meneer Ten Kate. Ja, voorzitter, de oproep van de heer Bak is helder. Ik moet er wel op wijzen dat dit niet het enige is wat beschikbaar wordt gesteld. Want we worden ook, en ik meen voor een bedrag van 45.000 euro, ook nog zonnepanelen voor aanhaken bij en tegen een gereduceerd tarief zonnepanelen voor de omgeving beschikbaar gesteld. Dat staat voor een bedrag, wat ik begreep, van 45.000 euro. Ook dat kun je nog zeggen van ja, dan zitten we op een kleine 150.000 euro. Dat is nog niet genoeg. Ik denk, maar goed, in de vorige discussie hebben we dat ook gehad. Dat we hebben gezegd van nou, wat komt er nog en wat willen we er nog? En de vraag die de heer Bak wel neerlegt, waar ik het nog wel eens een keer over door wil spreken. Van, willen we nog grootschalige zonnevelden op, met een commercieel, van een commercieel oogpunt? Of willen we veel meer richting, als er dan nog zonnevelden moeten komen, een Lutten leveren en dat soort type projecten. En ik denk dat u wel eens een beetje begrijpt welke koers vanuit het college nu gevaren wordt. We hebben een aantal aanvragen, die liggen er nog, dat lijstje, dat stuur ik u toe. En daarna moeten we met elkaar die discussie nog maar eens voeren van, willen we dan hier nog mee verder of gaan we het op een andere manier aanpakken? Dat is een beetje de algemene lijn en ik denk ook dat dat beantwoordt aan datgene waar de heer Bak op koerst. Mm-hmm. Voorzitter, dan ben ik nog een antwoord schuldig aan de ChristenUnie. Die vraagt, hoe verhoudt zich dat tot wind in dit gebied? Ik begreep even met een hele snelle rekensom dat de opbrengst van dit zonnepark gelijk is aan een kleine anderhalve windmolen. Maar ik wil er u wel voor waarschuwen dat als u zegt van ja, dan kunnen we dit inruilen voor windmolens, dat we dan zo langzamerhand ons eigen meerjarenprogramma gaan uitkleden. Want we hebben gezegd van we gaan voor 60 hectare zon doen. En we gaan daarnaast ook wind doen. En als we dan nu zon gaan invullen, vervolgens daar weer windmolens af gaan halen, dan halen we onze doelstelling die we met elkaar hebben afgesproken, dan halen we die niet. Maar goed, dat is het beeld wat ik er zo van kan schetsen. Meneer Jonkhans, zie ik zijn hand opsteken. Ga uw gang, meneer Jonkhans. Jawel, voorzitter. Ja, aan de inleiding op het laatste antwoord meende ik te kunnen herleiden dat de heer Ten Kate met zijn laatste bijdrage daar bezig was. En dan, hij is mijn vraag nog vergeten van de vorm. De dakpanopstelling of de, zeg maar, de oost-westopstelling van het zonnepark in plaats van een zuidelijke opstelling. Waarbij de ecologische kwaliteit, volgens mij, minder is. Terwijl de zaken op het land aanwijzen dat verschraling geeft van de ecologie. Dus waarom is hier daarvoor gekozen? Meneer Ten Kate? Ja, voorzitter. Dit is een vraag die op het lijstje stond van collega Brukkerman. Dus die gaat die vraag beantwoorden. En dan zet ik nu het geluid uit en hopen we dat hij niet gaat rondzingen. Meneer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. Twee zorgen die ik bij de Raad gehoord heb. Eentje over waterkwaliteit en de ander over deze opstelling ten opzichte van
ecologie. Om even bij het water te beginnen. U vindt in de ruimtelijke onderbouwing, in hoofdstuk 4, ik dacht rond pagina 24, dat er een watertoets gedaan is met het waterschap. En welke effecten we daar wel of niet van verwachten. Nou, daar lees je bijvoorbeeld dat er ook geen uitspoeling wordt verwacht. Dus misschien goed om daar nog eens even bij stil te staan. En ook goed om daarbij te vermelden. Er is al genoemd dat we gaan monitoren op de gedrag van de watervogels. Maar we zullen ook de waterkwaliteit blijven monitoren. Dus daar is zeker oog voor. En als je dan kijkt naar ecologie in een wat breder verband. Je kunt deze opstelling denk ik niet vergelijken met de opstelling op land. Maar de opstelling zoals die nu voor ligt, die is ook getoetst aan de wet natuurbescherming. Daar is bij de provincie ook een natuurtoets voor aangedragen. En die gaat toch al in op een hele hoop aspecten. Vleermuizen, amfibieën, heikikker, van de pad, reptielen, adders, ijsvogels, oeverzwaluw, de buizen, de grote vos. En dan heb ik ze nog niet allemaal gehad. En de effecten daarvan zijn beschreven in die natuurtoets. En die heeft het bij de provincie ook gehaald. Dus er is zeker oog voor ecologie in dit stuk. En ik denk dat de natuurtoets daar een aantal belangrijke uitspraken over doet. Ten meer ook omdat die benodigd is voor het verkrijgen van de vergunning als het gaat om de wet natuurbescherming. Ik begrijp dat meneer Kuipers een vraag heeft. Ja, ik had... Ga uw gang, meneer Kuipers. Dank u wel. Nou, ik had eigenlijk nog een vraag, denk ik, aan meneer Ten Kaat. Want ik had de vraag gesteld of inwoners krijgen eenmalig de mogelijkheid om te participeren in dit zonnepark. En ik was even nieuwsgierig wat dit dan is en hoe zij worden geïnformeerd. En als ik dan toch even mag, dan ook een vraag aan meneer Breukeman. Want het is mij niet helemaal duidelijk of de natuurtoets nu een nulmeting wordt of dat de biodiversiteit ook gemonitord wordt. Oké, dan ga ik eerst even naar meneer Ten Kater. Voorzitter, er ontstaat hier aan tafel, ik zeg het maar heel eerlijk, van een discussie als het nu wel in dit park de mogelijkheid was of in een ander park. Ik stel voor dat ik deze vraag over het eenmalig participeren en hoe dat verder de vork in de steel zit, dat we daar even schriftelijk antwoord op geven voordat het weer in de raad is. Ik zie meneer Kuipers knikken, dus dat is akkoord. En dan had hij ook nog een vraag aan meneer Breukelman. Die zou ik dan ook eerst graag willen laten beantwoorden voordat ik naar meneer Roelofs overstap. Ik zie meneer Breukelman heel erg verbaasd kijken, maar er was een tweede deel in de vraag van meneer Kuipers. En die was aan u. Ik denk dat meneer Kuipers hem nog een keer wil herhalen. Graag. Dank u wel, voorzitter. Het was mij niet helemaal duidelijk of de natuurtoets nu, of dat een nulmeting is voor u, of dat de biodiversiteit nu ook gemonitord wordt. Meneer Breukeman. Nee, voorzitter, die natuurtoets is volgens mij geen nulmeting van het gebied, maar wat gedaan is, dat als men gekeken heeft naar deze opstelling, wat hebben we dan te verwachten? En toen is per soort nagegaan van, ja, is het hier relevant? Wat komt hier voor? Wat zullen de effecten zijn? En hebben we dan nadelige gevolgen te verwachten, ja of nee? En want dan moet je onderbouwen om te kijken of je wel of geen ontheffing nodig hebt. En uit deze natuurtoets is gebleken bij de provincie dat juist om het zo specifiek allemaal bij langs lopen en door alle mitigerende maatregelen die genomen worden, dat geen ontheffing benodigd is. Dus er is meer gekeken naar alle soorten en effecten die te verwachten zijn. Maar door die monitor die we ook gaan doen, gaan we dus wel kijken naar het effect in de praktijk. Okay. Meneer Roelofs. Ja, dank u wel, voorzitter. Even aansluitend op de beantwoording van meneer Breukelman. Wilde ik graag nog even de relatie naar de zwemplassen in Sipilo leggen. Of dan de monitoring zover ook nog buiten het gebied gaat, of dat die zich beperkt tot alleen maar het stuk waar we het nu over hebben. Meneer Breukelman? Dus strekt die monitoring zich verder uit dan alleen het gebied waar de zonnepanelen effectief liggen? Het Sipilo.
Voorzitter, voor zover ik weet betreft de monitor de huidige zandwinlocatie. Dus wordt daar gekeken naar het effect die het daar wel of niet heeft op de watervogels. Oké. Ik zie meneer Bak een hand opsteken. Ga uw gang, meneer Bak. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Oké, in het vervolg op de monitoring. En deels is die wel beantwoord, maar dan wellicht een verzoek richting de heer Breukemans om dat monitoringsnetwerk toch wat verder uit te breiden. Want we hebben één, natuurlijk de zwemplas richting Sipkelo. Maar we hebben natuurlijk ook wel een gevoelig natuurgebied, waarbij ik persoonlijk niet denk dat daar direct effecten zullen zijn. Maar stel, het water is wel verontreinigd. Wat zou dat dan betekenen voor het natuurgebied? Maar ik ben ook even benieuwd wat het zou kunnen betekenen voor landbouwgrond in de omgeving. En daar is mijn zorg groot. Want stel, er vindt verontreiniging in de plas plaats, vindt de uitstraling naar het grondwater plaats. Wat betekent dan dat voor het landbouwgebied? Te meer omdat daar heel veel geïrrigeerd wordt. Meneer Breukelman. Ja, voorzitter, ik vraag me even af of dat een logische redenering is, daar waar deze zandwindlocatie gewoon een zeg maar, geïsoleerde plek en plas is. En er dus ook niet meteen een relatie is met oppervlaktewater elders. En bovendien, zoals ik net ook zei, gaan we die waterkwaliteit, ondanks dat we er niet veel verwachten, wel monitoren. Dus kijken of er toch effecten zijn die we niet verwacht hadden. Voorzitter, zou ik er toch nog mogen reageren? Ja, kort meneer Bak. Toch maak ik me daar zorgen over, heer Breukeman. Want de grondwaterplas staat wel degelijk in verbinding met het grondwater. En als ik dan naar de Eembedijksvenen ga kijken, als ik kijk naar de waterstroom, ik weet toevallig een klein beetje hoe dat zit, dan gaan ze wel van noord naar zuid. En als er dan al vervuiling gemeten wordt in het oppervlaktewater, is het maar de vraag wat in de diepere stromingen gaat plaatsvinden. Dus ik ben daar wel bezorgd over. Dus ik ben ook bezorgd om daar naar te kijken. Meneer Breukelman. Ja, voorzitter, als ik daar nog kort op mag reageren. Bedoel, ik begrijp de zorg ook, maar ja, ik zou bijna een ander napraten door te zeggen, we varen op het advies van deskundigen. Maar ik zou toch even willen verwijzen naar de ruimtelijke onderbouwing en dan wel datgene wat onderaan 4.6 op pagina 24 staat. Daar staat namelijk, daar wordt geconcludeerd samen met het waterschap, dat de gebruikte materialen voor het zonnepark inert zijn en zorgen niet voor uitspoeling, uitloging van stoffen naar het oppervlaktewater. Dus ja, dat is dan maar wel even waar ik zeg maar bestuurlijk op vaar. Dat doet misschien niks af aan de zorgen die bij de heer Bak zijn. Maar dan is het misschien goed om ja, ook eens te informeren bij het waterschap, zeg maar. Nou, ik heb daar toevallig met een hydroloog over gesproken die daar een ander beeld bij heeft, de heer Breukeman. En we praten niet over oppervlaktewater, maar we praten over grondwaterstroming. En ik ken een hydroloog die, en dat is best een hydroloog van naam en faam, die het gebied goed kent, die daar best bezorgd over is. Maar goed, u heeft mijn vraag gehoord en hopelijk kunt u... Oké. Hartelijk dank. Eens even kijken, ik heb niet helemaal een beeld over door uw vragen heen met meneer Breukelman, maar volgens mij is dat wel het geval. Ik zie hem knikken. Ik ga gewoon nog even, ik ga weer het rondje doen of er behoefte is aan een tweede termijn. En zo niet of het stuk door kan als een hamerstuk of als een bespreekstuk, et cetera. Dank u, voorzitter. Ik heb voor nu geen vragen, wel een aantal punten waar ik nog tijd voor wil hebben. Dus ik zou dit stuk graag als bespreekstuk. Ja. ChristenUnie, meneer Kuipers. Geen vragen, inderdaad ook bespreekstuk, want ik krijg nog een schriftelijke toezegging. Ja, zeker. GroenLinks, meneer Boshoven. Nee, voorzitter, voldoende. Wat mij betreft zou het een hamerstuk kunnen zijn, maar prima. Oké. Meneer Bak van de VVD. U zult u zelf even moeten... Ja, voor nu voldoende, maar voor de volgende keer graag een bespreekstuk. Ja, prima. D66. Ik had geen vragen, ik heb geen vragen en wat mij betreft had het... Een hamerstuk, ja, maar dat wilde ik even graag horen op koers. Ik heb verder ook geen vragen wat mij betreft een hamerstuk. Oké, Partij van de Arbeid. Ja, onze vragen zijn beantwoord. Het doet ons wel deugd dat er heel veel zorg is voor het milieu. Dus dat top. Maar voor ons mag het een hamerstuk zijn.
Oké, 50 plus. U was het sowieso al, ja. Ja, klopt, voorzitter. U heeft geen vragen? Eigenlijk een aanvullende vraag toch nog. Oké. Ik hoorde meneer Ten Kate net zeggen over een lijstje die hij ons toe zou sturen. Ik heb niet meer helder over welk lijstje. Ik hoorde meneer Ten Kate over minder commercieel en toch meer richting participatie, hè, richting coöperatie. En volgens mij heb ik hem al een keer eerder gesteld tijdens de meerjarenbespreking. Dat er al een aantal projecten geweest zijn. En dat ik zou wel graag willen weten wat de redenen zijn van inwoners om niet aan een coöperatie te beginnen. Dank je wel, voorzitter. Oké. Meneer Ten Kate. Ja, die laatste vraag dat vind ik een hele moeilijke, voorzitter. Want waarom wij... wij zien, want we hebben een aantal projecten waar de mogelijkheid is om met de 10% regeling toch een coöperatie op te richten. Maar je ziet dat er in een bepaald gebied eerst weerstand is ten opzichte van het park. En dan vindt men het heel lastig om tegelijkertijd toch gebruik te maken van het park en die 10% regeling in gang te zetten. En we hebben daarvoor nu ook gezegd van daar moeten we als gemeente meer mee aan de slag. En we hebben daar ook iemand voor gevonden die ons ook daarmee gaat helpen en ook juist concreet met die 10% aan de slag gaat. Dus, en wellicht dat we dan nog eens een keer kunnen horen als het dan nog niet lukt, waar het dan precies in zit. Overigens is het wel zo dat je wel een hele verantwoordelijkheid neemt als je zo'n coöperatie opricht. En je moet een bestuur hebben en dat betekent ook iets. Dus in die zin, dat zou een antwoord kunnen zijn. Maar we hopen toch dat we nu met de parken die er nog zijn en de 10% regelingen die er zijn, dat we daar dan toch nog iets mee kunnen. Dan nog even uw vragen naar het lijstje. In een ander overleg heb ik u een toezegging gedaan, omdat we ook toen een discussie hadden van, gaan we nu nog met grote parken door en wat zit er nu nog in de pijplijn ten aanzien of en dat ten opzichte van grote daken die beschikbaar zijn, waar ondernemers SDE voor hebben toezeg gezegd gekregen, maar geen ruimte hebben op het net. Dus de spanning tussen de daken, de grotere daken en de commerciële parken. Daarvan hebben we gezegd van, wij gaan even een lijstje produceren van wat zit er nu nog in de vergunde fase, wat zit er nog aan te komen. En moeten we daarna er niet een streep onder zetten en dan eerst ons gaan richten op die daken. Nou, over dat lijstje gaat het en dat gaan we, ik hoop het tussen nu en 14 dagen naar de raad toesturen. Okay. Hartelijk dank. Nou, dat was het laatste voor wat betreft het rondje. Het wordt een bespreekstuk voor de aankomende raadsvergadering. Zoveel is wel duidelijk. Dan zijn wij bij agenda punt 8, vergroting lokale energieopwekking De Slag Hardenberg. Het CDA, willen jullie daar het woord over voeren? Ja, daar willen we graag het woord op. Oké. ChristenUnie? Graag, voorzitter. GroenLinks? Geen vragen. Geen? Dus nee. VVD? Ja, voorzitter. VVD, D66? Geen vragen. Op koers? Geen vragen. Oké, Partij van de Arbeid? Nee, heel mooi initiatief, gewoon doen, geen vragen. 50 plus? Ja, ik sluit me aan bij de woorden van meneer Jonkans. Oké, prima. Dan geef ik het woord aan de VVD. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vinden het ook een mooi initiatief. Fijn dat er aan alle kanten aan duurzaamheid gewerkt wordt. We hebben hier ook wat technische vragen opgesteld. En niet helemaal naar tevredenheid beantwoord. En die technische vragen waren gerelateerd aan de kosten voor de 300 zonnepanelen. Voor 130.000 euro komen er dus 300 zonnepanelen op, op de slag. En wij vroegen ons af waar dat bedrag vandaan kwam. En de onderbouwing was dat geweest dat er een aanbestedingsprocedure is waarbij partijen de vrijheid krijgen om de gewenste hoeveelheid energie te leveren. Hoeveel panelen maakt dat niet meer uit, als inclusief advies en eventuele constructiekosten. En wij vinden dat gewoon heel erg veel geld. Het is ongeveer 3 keer de marktprijs wat je normaal voor zonnepanelen betaalt.
En willen daar graag een reactie op van de wethouder. Daarnaast willen we graag wat meer informatie hebben of er goed gekeken is naar de constructie. En de vraag erbij waarom het nu in één keer wel kan en in het verleden niet. Dus vinden er constructieve aanpassingen aan de slag plaats? En zit dat binnen het bedrag? Dank u wel, voorzitter. Oké, okay, even zien. De ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden het een prachtig stuk. Zoals u weet heeft de ChristenUnie zich ook altijd ingezet voor het optimaal inzetten van de gemeentelijke daken voor zonnepanelen. En heeft hier ook herhaaldelijk naar gevraagd. En naar aanleiding van die antwoorden waren wij in de veronderstelling dat de daken al optimaal benut waren. En nu blijkt er toch nog plek voor 300 panelen. Hoe kan het dat dit potentieel nog niet bekend was? Wat is de stand nu? Is er nog meer potentieel? Hartelijk dank. Dan ga ik over naar het CDA. Voorzitter, we hebben een aantal technische vragen gesteld. En bij ons zijn ze wel naar tevredenheid beantwoord. Een van die vragen was of er mogelijke consequenties waren voor andere gemeentelijke gebouwen. Daarop was het antwoord dat de slag een unieke situatie betreft. En verder zijn de garanties voor constructie en waterdichtheid van het gebouw. Het CDA heeft op dit moment geen verdere vragen. Hartelijk dank, meneer Nijhoff. Dan geef ik het woord aan wethouder Ten Katen. Ga uw gang. Ja, voorzitter. Ik denk allereerst even van waarom nu nog zonnepanelen op de slag? En waarom waren ze niet eerst in beeld? We hebben destijds gekeken van wat het gebruik is en hoe kunnen we dat zoveel mogelijk afdekken met zonnepanelen. Het gebruik, sporthal, de slag, want dat is 1 meter, is enigszins toegenomen. Dus was aanleiding om er nog eens een keer goed naar te kijken. Destijds was er twijfel bij de constructie. Toen is er gekozen nog voor een conventionele constructie met, laten we zeggen, de boel vastzetten met tegels, dus ook te verzwaren. En er wordt nu gekozen voor een andere methode, dus met een minder zware methode. En daar kan de constructie van het zwembad, die kan dat leiden. En daarmee kunnen we deze stap nog zetten. Dat is een beetje, hoe kan het nou dat die destijds niet in beeld was en nu wel? En dan nog even van, 130.000 euro is wel heel veel voor 300 zonnepanelen. We hebben hem, en dat is niet de eerste keer dat we dat hebben gedaan, iets anders aangevlogen. We hebben gezegd, wij willen niet alleen een maximale aantal zonnepanelen, maar we willen de maximale hoeveelheid energie opwekken en daar ook een garantie voor meerdere jaren voor hebben. En hoeveel zonnepanelen dat zijn, want je kunt zonnepanelen van weinig en veel wattpiek. Nou, daar hebben we minder naar gekeken, maar we hebben gezegd, we willen een garantie voor meerdere jaren. Voor opbrengsten. En daar is de aanbesteding, zeg maar. Dat is de context geweest van de aanbesteding. Nou, er zitten altijd wat kosten en andere zaken bij. Maar dat vertegenwoordigt het bedrag 130.000 euro. Dus niet de goedkoopste zonnepanelen en daarmee veel zonnepanelen voor weinig geld. Maar meer veel energieopwekking met een garantie voor langere jaren. En zo hebben we dat in andere gebouwen gedaan en ook hier. Oké, heel goed. Ik zie dat meneer Kuipers een vraag heeft of een opmerking, dat weet ik niet, maar ga uw gang. Ik heb nog een vraag, want ik ben dan ook wel nieuwsgierig van hoeveel potentieel er nu nog is. Misschien dat die nieuwe constructie nog wel meer potentieel biedt te winnen. Meneer Ten Katen. Ja, op zich, de wereld kan altijd veranderen, maar op zich denken wij dat we nu het potentieel van de gemeentelijke daken goed hebben benut. En wat ons doel niet is, dat is dat we heel veel gaan overproduceren, maar dat we juist ons eigen gebruik afdekken. Dus aan de ene kant kwam die nu boven water drijven, omdat we meer zijn gaan verbruiken. En aan de andere kant dat we ruimte hebben gezocht met een andere constructie om deze invulling nog te doen. Oké. Okay. Ik zie meneer Kuipers knikken. Dan ga ik weer even het rondje doen. CDA, tweede termijn. Ik vermoed van niet in bespreekstuk of een hamerstuk. Geen tweede termijn, een hamerstuk. Ja, ChristenUnie? Geen tweede termijn, een hamerstuk. GroenLinks? GroenLinks? Daar zal ik even wat... Ja, dat gaan we allebei. Meneer Jager.
Meneer, ja precies, dank u wel voorzitter. Is wat opgedragen aan het stuk. Oké, VVD? Meneer Bak? Ja, ik heb de geluid nog niet aanstaan. Ik twijfel enigszins, ik vind de kosten echt wel heel hoog en de toelichting van de wethouder niet helemaal voldoende. Dus wij willen hem graag toch even als bespreekstuk zetten, maar ik wil het even in overweging nemen en het kan zijn dat we toch besluiten om er een hamerstuk van te maken. Dat kan D66, dank u wel meneer Bak. Wat ons betreft een hamerstuk. Op koers? Een hamerstuk. Ja, Partij van de Arbeid. Nou, we hadden het al aangegeven. Precies. Heel mooi plan, gewoon doen. Ja. Hamerstuk. En 50 plus idem dito, denk ik, hè? Klopt, voorzitter. Een bespreekstuk. Een aantal partijen heeft aangegeven het een bespreekstuk te laten willen zijn. Dus dat gaan we doen. Dan zijn wij bij agenda punt 9. En dat is onttrekkingsbesluit gedeelte Pascalstraat. CDA, willen jullie daarover het woord voeren? Nee, wij willen daar niet het woord over voeren. ChristenUnie? Hamerstuk. Oeps. Okay. GroenLinks? Wij hoeven hier geen woord over te voeren. VVD? Nee, geen vragen, hamerstuk. D66? Geen vragen, ook een hamerstuk wat ons betreft. Op koers? Geen vragen, dus een hamerstuk. Partij van de Arbeid? Geen vragen, voorzitter, hamerstuk. 50 plus? Ben een vraag. Eén vraag. Wel. Ja, ga uw gang, meneer Schuurman, ja. De enige. En de infrastructuur die onder deze weg ligt, is dat bekend of ligt er niks onder? Oh, aan gemeentelijke leidingen en dat soort zaken. Dat is een ontzettend technische vraag, meneer Schuurman, waarvan ik betwijfel of de wethouder die kan beantwoorden. Ik ga het wel voor u proberen. Ik wil de wethouder vragen daar een kort antwoord op te geven. Ja. Ga uw gang, meneer Tagate. Voorzitter, ik ga hem schriftelijk beantwoorden als het niet erg is. Oké. Nee, ik vind het niet erg. Kan meneer Schuurman daarmee leven? Ja, uitstekend. Oké, hartelijk dank. Rest mij nog wel even de vraag, meneer Schuurman, wat alle andere partijen zeggen. Til het maar als hamerstuk naar de raad. Gaat u dat ook zeggen? Ja hoor. Oké, prima. Absoluut. Nou, wat een hamerstuk naar de raad. Dat brengt ons bij agenda punt 10, het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Het CDA, wilt u daarover het woord voeren? Ja, graag. Maar zie je ook even de berichten in de chat van de ChristenUnie. Ja. Oké, prima. Dan ga ik eerst even naar meneer Stelpstra. Inderdaad, nou, die was sowieso aan de beurt nu. Ga uw gang, meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een procesvoorstel doen. Ja. En dan met name ten aanzien van mijn collega-raadsfracties. Wij zouden graag dit voorstel nog een keer in kleiner gremia met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld alleen met woordvoerders. Binnen mijn fractie leven er nog vragen. En waarschijnlijk ook onvoldoende duidelijk gemaakte verwachtingen. Het voorstel van het college is gezien de input van de raad, of dichter bij onszelf houdend, de input van de CU-fractie op zichzelf prima. Maar wij denken nog dat er zaken verbeterd kunnen worden, dat we zelf nog onvoldoende nagedacht hebben over vernieuwende elementen en dit onvoldoende onderling in de raad hebben gedeeld. Dus kortom, wij zouden graag nog samen met de raad, eventueel ambtenaren en college, brainstormen over de verschillende mogelijkheden en verwachtingen. Maar betekent het dat u het nu wel wilt bespreken, meneer Stelpstra? Nee. Oké, dus dat betekent dat u het liefste nu van de agenda zou tillen? Nou, ik zou het niet van de agenda willen tillen. Ik zou het willen aanhouden en er in kleine gremia over willen spreken. Ja, en dus wellicht als andere fracties dat akkoord vinden, dan hoeven we geen vragenronde nu te houden. Nee, dat snap ik. Maar dus dan ga ik dat rondje nu maar even maken. Waarbij ik, nou, begin ik weer bij het CDA. Ja, wij zijn het eens met de heer Stelpstra. Heel goed. GroenLinks. Ja, voorzitter, op zich een goed voorstel en wij kunnen ons daarin vinden. VVD? Eens, voorzitter. D66? Ik ga mee met het voorstel van de ChristenUnie. Op koers? Ja, ook wij zijn het mee eens om dat zo te doen. Oké, Partij van de Arbeid? Wij kunnen er ook mee instemmen. En 50 plus? Wij stemmen er ook mee in.
Oké, okay, nou heel goed. Dus dat betekent dat we dit punt nu afsluiten. En dat het initiatief voor verdere bespreking in eerste instantie bij de Raad ligt op dit moment. Ja, ik zie meneer Stelpstra knikken, heel goed. Dan zijn wij bij agenda punt 11. Update coronacrisis. Er hangen geen stukken onder, wel gewoon een agendapunt. Dus voordat ik burgemeester Wiggers het woord geef, wil ik toch eerst even een rondje fractie maken om te kijken of er fracties zijn die daar iets over willen zeggen. Het CDA. Het CDA wil daar straks inderdaad wat over zeggen, maar misschien is het goed even een procesvoorstel, voorzitter, om eerst de heer Wiggers gewoon zijn woord even te laten doen. En de aanleiding daarvan, ja. Kijken, uitstekend. Ja. Meneer Wiggers, ga uw gang. Ja, dank u wel. Ik kom goed over zo te horen, ja. Te zien. Ja, dat werkt. Ik wil graag even meenemen namens het college. En ook hier en daar wat cijfermateriaal presenteren over de afgelopen weken. Want we bevinden ons alweer 7 weken, in de 7e week, in een intelligente lockdown. Intelligent lockdown. En het devies nog steeds, blijf thuis en hou vol. Nou, we zijn nog lang niet. Als we naar de cijfers kijken, dan lijkt je dat de maatregelen langsbrand succesvol lijken te zijn. Maar er is nog het nodige te bereiken. We denken met elkaar voorzichtig over na hoe we uit deze crisis kunnen komen. We moeten verder met zorg, onderwijs, de horeca en het openbaar vervoer bijvoorbeeld in een 1,5 meter samenleving. Wat we ook zien is een zekere mate van coronamoeheid bij inwoners. En ik zou willen zeggen, hoe is het mogelijk, hoe is het logisch met dit weer. Het wordt steeds moeilijk om binnen te blijven. En het gemis aan sociale contacten, dat zie je zwaarder gaan drukken. Mensen komen op de straat, het wordt drukker. En dat is ook wel weer zorgelijk. Zorgelijk in de zin dat de cijfers weer de verkeerde kant op gaan op het moment dat we ons niet houden aan de maatregelen zoals die opgelegd zijn. Premier Rutte die maakte een week geleden bekend wat de maatregelen zijn die verlicht kunnen gaan worden. En welke maatregelen verlengd gaan worden tot 19 mei. En in de periode, kort voor 19 mei, oordeelt het kabinet hoe verder. En het devies daarbij is beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf. Ik kom zo uitvoerig op die maatregelen in, die met name te maken hebben met ruimte voor kinderen en voor jongeren. Maar eerst even de cijfers voor Hardenberg, want ook onze eigen samenleving van de gemeente is getroffen door het coronavirus. En we kennen allemaal verhalen of zelfs mensen in de omgeving die het virus gehad hebben, ziek zijn of helaas zelfs eraan overleden zijn. En de officiële cijfers voor de gemeente die komen van het RIVM en van de GGD IJsseland. En die houden de cijfers bij in de IJsseland-scan. En die cijfers zijn publiek raadpleegbaar. Als je kijkt naar vandaag, dan de 28e, dan constateert RIVM voor Hardenberg 162 besmettingen, 23 ziekenhuisopnamen en 7 overledenen. En ik noem deze cijfers, maar tegelijkertijd, ik wil ze nuanceren. Ik ben er ook altijd terughoudend mee. Die cijfers die vertellen niet alles. En de impact van het virus als zodanig is zoveel zwaarder dan die cijfers alleen doen vermoeden. En we kennen allemaal de verhalen uit onze omgeving. De cijfers moet je relativeren, dat staat ook altijd bij. Het gaat over mensen die getest zijn, waarvan vastgesteld is dat men eraan leidt, dat men dan overleden is. Maar de praktijk leert dat die cijfers een stuk hoger liggen. En in het bijzonder, sommige verpleeghuizen zijn hard geraakt. Hier zijn mensen vermoedelijk overleden aan corona, maar niet altijd vastgesteld. En dat zie je ook niet terug in de cijfers. Gelukkig gaat het ook in de verpleeghuizen, in de VVT-sector, langzamerhand iets beter. En ziet men ook daar gelukkig meer gezonde mensen en minder zieken. Waar wij sterk naar kijken, dat is wat het Centraal Bureau voor Statistiek ook noemt. Dat is wat men noemt de oversterfte, wat een akelig woord is, maar dan vergelijken we de sterfte van deze weken met de sterfte voor dezelfde periode in het vorig jaar. En dan zie je dus een oversterfte, mensen die meer overlijden statistisch dan in die vergelijkbare periode. Ook dat zie je langzamerhand een beetje terug gaan lopen. De precieze aantallen van mensen die overleden zijn, die ontbreken. Maar dat doet niets af aan de impact die het heeft op iedereen wie een dierbare is overleden.
Ik kom even op openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving. En we zien dat over het algemeen onze samenleving zich goed houdt aan de maatregelen die hier opgelegd zijn. Tegelijkertijd in onze centra, met name in Hardenberg en Demersvaart, was het afgelopen weekend Elp Koningsdag aanzienlijk drukker. Op verzoek van ondernemers hebben we ervoor gezorgd dat er extra blauw op straat was, twee kleuren, zowel politie als onze BOA's, om erop toe te zien dat iedereen voldoende afstand houdt. Zichtbaar aanwezig, onze BOA's en politie. En de winkels, die hadden het goed voor elkaar, ingrepen was niet nodig. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over het gedrag van bepaalde groepen jongeren. Ze komen op sommige plekken bij elkaar en hielden zich daarbij niet aan die 1,5 meter afstand. We hebben ook eerder moeten besluiten de sportvelden en het skatepark aan de Parkweg af te sluiten. En dat was het laatste, dat blijft ook zo. En ook ondanks de maatregelen voor afstand hebben we het pontje bij de Vecht, bij Lozen, in het paasweekend uit de vaart moeten nemen, omdat er gewoon meer mensen opkwamen dan de afgesproken aantallen. Verder is het gelukkig niet nodig geweest om een bepaalde locatie af te sluiten. We zien dat mensen vaker de grenzen opzoeken van die maatregelen. En ja, dat vraagt ook een bepaalde manier, vind ik, van eigen verantwoordelijkheid van mensen. Je kunt niet achter iedere boom een politieagent of een handhaver zetten. Dat betekent met elkaar ben je verantwoordelijk voor het houden van die afstand. In de regel gaat het goed. En het is ook zo dat, ook al is het misschien niet expliciet verboden, ga er een beetje verstand mee om en zorg dat je de afstand houdt. En vraag je even af of ze in het licht van de maatregelen, algemene zin, of die afstand daar gerespecteerd kan worden, moet worden. En als gemeente kunnen ook niet in alle situaties de gevraagde duidelijkheid geven. De regelgeving die is zo strikt mogelijk, die is zo helder mogelijk, maar ja, je blijft altijd met twijfelgevallen. En ook daar maak gebruik van je eigen verstand en kies de veilige lijn en doe geen dingen die onverantwoord zijn. Wanneer mensen zich niet aan die regels houden, dan spreken we ze in eerste instantie aan op het gedrag. Dat doen de politie, toezichthouders. Helpt het niet, dan volgt een boete. En sinds de noodverordening van kracht is, dan is het door de politie tot vorige week 54 keer een boete uitgedeeld voor het niet naleven van de afstandsmaatregelen. De boetes zijn veelal uitgedeeld aan jongeren. En dat gebeurt het vaakst in Hardenberg, 24 boetes, Demersvaart 15 keer. En in Lutten, aan de jeugdgroep, 15 boetes. En daarna is er nog heel vaak gewaarschuwd. Maar dan volgt men ook die waarschuwing wel op. Onze BOA's die waarschuwen vooral ook weer jeugd en jongeren. En vorige week hebben ze in dit kader 13 officiële en geregistreerde waarschuwingen uitgevaardigd. Op Koningsdag hebben de BOA's en de politie een klein feestje gestopt. Dat mag dus ook niet uiteraard. En naar aanleiding van de verlenging van die maatregelen wordt komende week de noodverordening aangepast en morgen door de voorzitter van de veiligheidsregio bekrachtigd. Het zijn moeilijke tijden en desondanks gaan wij als gemeente door met de gemeentelijke dienstverlening. Als college vergaderen we 2 keer in de week. We proberen zo snel mogelijk besluit te nemen, zo adequaat mogelijk te reageren. En we hebben korte lijnen tussen de wethouders, de organisatie, college, etc. Dus we zijn zo slagvaardig als mogelijk. Tegelijkertijd, je hebt ook te maken met voortschrijdend inzicht. En ja, dat vraagt ook wel aanpassen daar waar dat moet. Onze medewerkers, ze werken thuis wanneer dat kan. En dat was even wennen. Zeker met de kinderen die ze nu dan voor de voeten liepen. En ook geholpen moest worden met huiswerk. Maar met alle digitale vergadermogelijkheden wordt het steeds meer business as usual. En ik wil langs deze weg ook een grote pluim uitdelen aan onze medewerkers. Want het is een hele lastige periode ook voor hun. En wat je ziet is dat de stroom van collegevoorstellen ook zeker niet opdrogen is. Er wordt hard gewerkt en ja, stuk aangeleverd daar waar dat kan. Maar toch wel hier en daar op een andere manier. Dat thuiswerken geldt niet voor de medewerkers van de buitendienst aan de balies. En daar zijn maatregelen genomen om die afstand te kunnen garanderen. Zo rijden de mensen van de buitendienst niet meer samen in een bus of zitten ze met maximaal 2 personen in een keet.
Bezoekers aan de werf zijn er alleen om de spullen te brengen en te halen, dus zo weinig mogelijk contact. De gemeente is en blijft digitaal en telefonisch bereikbaar. Ons klantencontactcentrum ontvangt veel meer telefoons dan gebruikelijk. Vanaf 16 maart tot dan vorige week waren het er bijna 7000. Er komen veel vragen van ondernemers, maar ook als er weer een persconferentie is geweest van het kabinet, dan bellen mensen met vragen naar de gemeente wat er wel niet mag. Ik heb daar net iets over gezegd. Gelukkig heeft het KCC hulp gekregen van collega's die door de crisis misschien iets minder te doen hadden en nu dus het KCC bijstonden met het afhandelen van alle telefoontjes. Bezoeken aan het gemeentehuis worden zoveel mogelijk beperkt. Thuiswerken dus en niet naar het gemeentehuis komen. Afspraken met de publieksdienst gaan alleen door als het echt noodzakelijk is. Trouwen, geregistreerd partnerschap, dat gaat natuurlijk ook door. Maar niet alleen in het gemeentehuis. Alleen in het gemeentehuis, niet op locatie. En met een maximum aan aantallen aanwezigen. En wat dat betreft, de mooiste dag van je leven, die krijgt zo een andere invulling dan bedacht. Maar we doen er toch nodig aan om toch een mooie dag te laten zijn voor iedereen. En via onze website, sociale media en een vaak gebruik maken van de toren, houden we inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen op de hoogte van de maatregelen. Ik kom een paar specifieke onderwerpen. Onderwijs en kinderopvang. De scholen en de kinderopvang die zijn sinds 16 maart gesloten. De gemeente kreeg de taak om de kinderopvang te regelen voor ouders van kinderen en die ouders die dan een vitaal beroep hadden. Het is gelukt omdat de scholen en de kinderopvangorganisaties dat voortvarend en snel hebben opgepakt. Alle 14 kinderopvangorganisaties bieden noodopvang aan op verschillende locaties. En het gaat dan om 17 kindplaatsen voor dagopvang en 19 kindplaatsen voor buitenschoolse opvang. En een kindplaats kan bestaan uit meerdere kinderen uit één gezin. Ook zo'n 50 gasthouders vangen kinderen op met ouders die een vitaal beroep hebben. Ik noem dat net al. En op de scholen worden gemiddeld 107 kinderen per dag opgevangen. Ruim 50 kwetsbare kinderen, daar hebben we natuurlijk nog wat bijzondere zorg voor, worden opgevangen in scholen en in kinderopvanglocaties. Er is, voor als dat nodig is, een 24-uurs opvang, maar daar hebben we tot dusver nog geen gebruik van hoeven maken. Complimenten ook in de richting van de scholen. Ze hebben snel en creatief gereageerd. En er wordt nu op een alternatieve en digitale manier thuis lesgegeven. En misschien, als je rondkijkt in de raad, er zijn er vast mensen die daar wat ervaring mee hebben. Om te zorgen dat kinderen thuis les kunnen krijgen, hebben we voor de ouders die het niet kunnen betalen de mogelijkheid verruimd om een laptop aan te schaffen. En we merken natuurlijk wel, dat het geldt voor velen, dat de kinderen hun school en de klasgenootjes wel missen. Want het is best lastig als je jong bent en je moet thuis met je ouders in huis zo lang doorbrengen. Zonder dat je je leg kunt revotten op straat en je sport op kunt pakken, et cetera. Er komt gelukkig wat verlichting op dat gebied. Het is in ieder geval goed dat de scholen, de basisscholen in ieder geval, en de kinderopvang op 11 mei hun deuren weer kunnen openen. De scholen hebben nu meivakantie en we overleggen nu met de scholen en de kinderopvang hoe dat openen van die scholen op 11 mei het beste vorm kan krijgen. En na die 11 mei gaat de noodopvang ook gewoon door. Ik kom bij werk en inkomen. En voor een aantal inwoners heeft de coronacrisis invloed op hun inkomen. Dat beseffen we heel goed. De gemeente wil deze mensen helpen. Helpen om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Dat ze financieel daar te veel op achteruit gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het bieden van tijdelijk inkomensondersteuning. Het zijn vaak landelijke maatregelen, maar onze consulenten denken actief mee over wat er kan, wat er niet kan en die helpen daar waar dat nodig is. We hebben de procedure voor het aanvragen van bijstand aangepast, zodat we de aanvragen sneller kunnen afhandelen. We zien ook geen toename in het aantal aanvragen, maar we verwachten wel dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Voorlopig kunnen inwoners terecht bij het UWV in geval van verlies aan werk of bij de werkgever die een steun kan aanvragen. Speciaal voor zelfstandigen, die kent die regeling, is de bijstand vereenvoudigd
en verruimd in de TOZO-regeling. Hier is al veel van gebruik gemaakt. En inmiddels hebben we een 530 aanvragen ontvangen. En een groot aantal voorschotten is inmiddels al uitbetaald. We bieden ook de mogelijkheid het uitstel van betaling of een betalingsregeling aan voor gemeentelijke belastingen. En de consulenten schulddienstverlening staan klaar voor mensen die de omstandigheden het even niet lukt om al die rekeningen te betalen. Ik kom bij economie en financiën. Veel ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Voor ondernemers in de horeca in bijvoorbeeld de evenementenbranche of in contactberoepen is er nog geen echt concreet zicht op verbetering. U heeft dat kunnen horen bij de persconferentie van de premier. En om ondernemers te ondersteunen zijn landelijk de nodige maatregelen genomen. We zien dat het kabinet snel en adequaat handelt en ook flexibel is door mogelijkheden te verruimen als een groep buiten de boot dreigt te vallen. Maar tegelijkertijd, het zijn onzekere tijden en wij hebben heel veel gevoel voor daar waar dat enorm gaat wringen. Waar men het gevoel heeft dat het mis zou kunnen gaan. En als gemeente doen we het nodige om alles wat we kunnen om ondernemers te ondersteunen. En ook met de beperkte maatregelen die we hebben. En binnen een week, na het afkondigen van de maatregelen, de lockdown, hebben we een noodloket opgetuigd. Ons bedrijventeam zit klaar om ondernemers wegwijs te maken in die regelingen. We doen ons best om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over landelijke, regionale en lokale maatregelen, daar waar ze in elkaar overlopen. Bijzondere aandacht voor, we zijn natuurlijk een recreatieve gemeente, met veel toerisme, voor de vakantieparken en campings. En je kent de maatregelen en die hebben we afgelopen weekend iets kunnen versoepelen. Dat wil zeggen dat chemische toiletten sinds afgelopen vrijdag weer op de stortplaats van het recreatieterrein worden geleegd. Klein lichtpuntje, maar het blijft barre tijden in de vrije tijdseconomie. En specifiek voor deze tak van de economie is er ook een taskforce opgesteld om deze groep ondernemers en branche goed te vertegenwoordigen. Want er zijn korte lijnen met de provincie op dit gebied. Als gemeente hebben we lokale maatregelen genomen voor onze ondernemers, zoals uitstel van betaling of een betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen. Ondernemers in de BIS-gebieden kregen korting op de BIS-belasting. Zelf betalen wij facturen van ondernemers die bij ons iets afgenomen hebben binnen 2 weken. We zien creatieve oplossingen van ondernemers zelf. En daar werken we graag mee, zolang die maatregelen acht worden genomen die afgekondigd zijn door het kabinet. Maar denk bijvoorbeeld aan drive-in mogelijkheden voor restaurants, thuisbezorgen van maaltijden en horeca-ondernemers die dat willen, kunnen tijdelijk een standplaats aanvragen. Het is in financieel opzicht voor de gemeente een spannende periode. Want waar we aan de ene kant mensen of organisaties in de knel zien komen en ze zoveel mogelijk willen ondersteunen, moeten we er ook voor zorgen, het kwam net al even aan de orde, dat we als gemeente financieel gezond blijven. En ook daar zijn we scherp op. Sport en cultuur. En u heeft alle vorige week kunnen horen. Vanaf 29 april, mogen kinderen en jongeren weer buiten sporten bij een sportvereniging. Vorige week hebben wij erover een brief gestuurd naar alle sportverenigingen. En ook zijn afgelopen vrijdag de protocollen van de vereniging Sport en Gemeente doorgezet naar alle verenigingen. Enkele verenigingen hebben een protocol ingediend en indien nodig neemt de gemeente contact op met de verenigingen om dat protocol met ze door te spreken. Maar de verenigingen blijven zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van de richtlijnen. Daarnaast hebben we een oproep gedaan om afstand te houden bij het individueel buitensporten vanwege de binnenkomende signalen van het niet altijd naleveren van de afstandsregels. En ondanks dat sportverenigingen hun activiteiten voor kinderen en jongeren weer mogen opstarten, zijn zij geraakt door de coronacrisis. Datzelfde geldt voor de culturele verenigingen en de stichtingen zoals de dorpshuizen. En naast landelijke maatregelen biedt ook de gemeente hier een helpende hand. Voor verenigingen en stichtingen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kijken we naar de mogelijkheden voor tijdelijke financiële ondersteuning.
Verenigingen, stichtingen die in een ruimte of een gebouw zitten, die dat huren van de gemeente, die komen, als ze dat willen, in aanmerking voor huuruitstel. We hebben vastgoedeigenaren opgeroepen ons voorbeeld te volgen. En binnenkort komen we nog met een besluit over hoe we omgaan met de huur van sportaccommodaties in de komende periode. Verenigingen en sportclubs die een sporthal hebben gereserveerd, kunnen deze kosteloos annuleren. En waar het gaat om evenementenvergunningen, we betalen de leges die daarvoor zijn gevraagd terug en gaan coulant om met evenementensubsidies. Zorg en welzijn. En ik kom langzamerhand tot een afronding. We hebben veel aandacht voor kwetsbare inwoners zoals ouderen. Vanaf morgen kunnen zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door 1 of 2 vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. En ik hoop van harte dat dat voor deze mensen wat verlichting brengt. Verpleeghuizen echter blijven gesloten voor bezoek. En gelukkig zien we in onze samenleving hartverwarmende initiatieven om deze mensen toch iets te kunnen bieden. Om ze hun dierbaren, die ze niet kunnen zien, misschien op een andere manier wat te kunnen laten compenseren. We hebben hele mooie voorbeelden van gezien met muziek, met sport en anderszins. En we hebben ook maatregelen genomen, zodat aanbieders van bijvoorbeeld jeugdzorg en WMO nu geen zorg over geld en contracten hebben, maar hun aandacht kunnen richten op de zorg voor deze kwetsbare inwoners. Onze mensen van Samen Doen werken zoveel mogelijk digitaal en de huisbezoeken zijn helaas geschrapt. Dan zien we helaas niet meer wat er achter de voordeur gebeurt. We zien dat de crisis ook voor spanningen in gezinnen kan zorgen. En daarom richten we een interventieteam in. En mogelijk moeten we daar in sommige gevallen toch op huisbezoek. We zien ook hele mooie initiatieven in de samenleving ontstaan. Hiervoor is de STUW, het project, goed voor elkaar gestart om inwoners met hulp te vragen en inwoners met ideeën en initiatieven samen te brengen. Ik kom tot een afronding. Al met al zien we een samenleving die goed omgaat met de maatregelen die nu gelden. We zien creatieve oplossingen, mooie initiatieven waarbij mensen elkaar helpen. We zien dat de maatregelen, in ieder geval veel van de maatregelen, nog tot 19 mei moeten gelden. Dat vraagt het nodig van ons allemaal. Maar toch is het nodig. Nodig om die corona onder controle te krijgen. Het is een ingrijpende periode en plaatst ons in een andere werkelijkheid. En als gemeente blijven wij in de komende periode ons uiterste best doen om inwoners, ondernemers en organisaties zo goed mogelijk te helpen. We hebben natuurlijk geen oplossing voor elk probleem. Het is ook leren en onderweg. Premier verwoordt het mooi, vaak met 50% van de kennis 100% van de besluiten moeten nemen. Maar proberen te doen wat we kunnen. En in ieder geval, we doen het samen. Hartelijk dank. Ik zag meneer Van der Wel al heel lang met een opgestoken handje, dus die krijgt van mij nu het woord. Ga uw gang. Dank dat ik het verhaal even moet afmaken. Het is even een rondvraag voor de vuist. Ja, zeker. Houden we de samenhang erin. Ja. Ja, dank voorzitter. Heel uitgebreid betoog, waarvoor dank. Misschien gewoon goed om het de volgende keer, wat mij betreft, iets meer op hoofdlijnen te doen. Want het was wel een heel lang verhaal. En waar wij denk ik vooral als raad, maar goed, dan spreek ik eventjes voor mijn partij, vooral benieuwd naar zijn van, goh, waar loopt het college nou tegenaan? Hè? Gaan er dingen mis? Waar kunnen we dan eventueel ook nog ondersteunen als dat nodig is? Dat zijn vooral de dingen die wij belangrijk vinden. Mijn collega Bakhuis heeft zo nog een vraag. Maar ik heb in eerste instantie een paar vragen. Er zijn ook situaties in de welzijnszorg, onderwijs, waar de 1,5 meter regel niet altijd makkelijk is toe te passen. Ook al zou je dat wel willen. Wat doen we straks bij het weer opstarten van, van de reguliere zorg, welzijn, onderwijs? En de angst voor besmetting daarin, kan de gemeente daarin een faciliterende rol hebben? En hoe onderhouden we contacten met verzorgingshuizen, verpleeghuizen, zorginstellingen en mogelijkheden tot bezoek en omgaan met de bezoekregelingen als het dan ook gaat bijvoorbeeld rondom eenzaamheid? Ik ben ook wel even benieuwd naar de beschermingsmiddelen, of we genoeg beschermingsmiddelen in onze gemeente Hardenberg hebben.
Zijn er, dus werd mij nog ingefluisterd via mijn collega Jollesma, zijn er meer crisismaatregelen de laatste weken geweest als je het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychische klachten of zo, we daar tegen gekke dingen op lopen. Nou, tot zover van mijn kant in elk geval eerst. Dan ook al best lang trouwens, maar niet zo lang als de heer Wiggers. Dank u wel, meneer Van der Wel. U zei dat uw partijgenoot, meneer Bakhuis, ook nog een vraag had. Want ik ga gewoon het rijtje af, maar dan geef ik nu het woord aan meneer Bakhuis. We hadden afgesproken om alleen als fractievoorzitters te spreken. Die afspraak ken ik niet. En ik hoor meneer Van der Wel net zeggen dat meneer Bakhuis graag een vraag wil stellen. Dus ik kan gelukkig heel kort zijn, voorzitter. Dus ik geef meneer Bakhuis het woord. Ga uw gang, meneer Bakhuis. Ik kan gelukkig heel kort zijn. Mm-hmm. Mijn vraag had specifiek betrekking op de noodopvang. Daar heb ik voldoende over gehoord. Ik heb verder geen vragen meer. Dank u wel. Oké, dank u. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij zijn allereerst heel erg benieuwd of er al een eerste schatting is van de financiële schade tot nu toe. We snappen dat het heel lastig is om naar de toekomst te kijken. Al zien we al wel dat onze landelijke overheid daar wel een uitspraak over kan doen. Het zou ook goed zijn als wij daar een alvast beelden en scenario's van gaan schetsen. En ons de grootste zorg ligt bij de kwetsbare groepen. De heer Van der Wel die refereerde er ook al naar. De eenzaamheid, maar ook nieuwe problematieken. En tenslotte zijn we ook geïnteresseerd of de gestroomlijnde samenwerking rondom het basisonderwijs. Daar is veel over verteld, maar we hebben ook nog voortgezet onderwijs. Dus wellicht kan daar ook nog kort wat over verteld worden. Dank u wel. GroenLinks. Wilt u hier nog wat over zeggen? Nou, voorzitter, dank u wel. Ik wil er wel over zeggen dat ik ontzettend blij ben de burgemeester te horen vertellen over het interventieteam wat is opgezet. Hij weet dat mij dat aan het hart gaat, dus daar ben ik blij mee. En na de uitgebreide update en de voorgaande vragen heb ik geen nieuwe dingen meer. Hartelijk dank. De VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook dank aan de burgemeester, die voor toch heel uitgebreid, maar ook wel heel volledig was, wat ons betreft. Dat geeft heel duidelijk de indruk dat de gemeente bovenop de bestrijding zit en op het handhaven van afspraken die liggen. Maar zo ondertussen lezen we ook en horen we ook steeds meer behoefte aan toch wat perspectieven. De bekende stip op de horizon, waar verder beschreven wordt, en die sluit er een beetje aan. Hij ook de woorden die Jacob Vonhoff veel spreekt, voorzitter van MKB. En die zegt, we willen natuurlijk de maatregelen handhaven, maar iedereen zou toch ook wel heel veel aandacht moeten hebben voor wat wel kan. Hè? Voor de perspectieven die geboden zouden kunnen worden. En wij zouden het heel prettig vinden als daar in ieder geval ook de voldaan op zit. We hoorden de burgemeester zeggen dat bouwvergunning afgegeven wordt. Nou, dat mag nog gebouwd worden, dat vinden wij belangrijk. De taskforce recreatie stemt ons gerust. Dus los van alle kritieken. Waar de burgemeester heel erg uitvoerig over was. Wat ons betreft ook echt volle aandacht op dat wat wel mag, perspectief bieden. En in ieder geval mensen ondersteunen, daar waar het kan, ook in positieve ontwikkeling. Oké, hartelijk dank. D66. Ik heb geen aanvullingen op het verhaal. Dank aan de burgemeester. Oké, op koers. Ja, ik heb als fractievoorzitter verder geen toevoeging aan alle vragen die inmiddels al gesteld zijn. En dan hoor ik het graag. En bedankt, burgemeester. Dank u wel, mevrouw Kelder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij maken ons ook zorgen over de kwetsbare groepen. En zeker waar het... en dat weet je niet altijd, maar geweld achter de deur, ook psychisch geweld, maar ook fysiek geweld. En ik sluit me ook aan bij de heer Van der Wel, graag zeer informatief, maar het had wel iets meer op hoofdlijnen gekund. En misschien, als het is uitgeschreven, is het misschien een idee om het een periodieke raadsbrief aan de raad te sturen. Dank voor de suggestie, meneer Jonkhans. Dan kom ik bij 50+. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja. Het was eerst zoek naar het microfoontje. Wij hebben 20 jaar gevraagd. We willen alleen de heer Wiggers hartelijk danken voor de informatie. En we sluiten ons aan bij de vragen van het CDA. Oké, dank u wel.
Dan geef ik het woord terug aan de burgemeester. Ga uw gang. Ja, een kleine opmerking nog even voor de beantwoording van de vragen. Ik noemde net, het is een enorm ingrijpende periode voor iedereen. En ik moet zeggen, het is voor mij ook een bijzonder voorrecht om in deze tijd hier burgemeester te mogen zijn. Juist omdat het zo enorm ingrijpt in ieders leven. Ik ben ook blij dat ik het mag doen met een heel leuk team, met het college en met een enorm enthousiast team hier binnen het gemeentehuis. En dat geeft enorm veel terug. Ook al zit je thuis te vergaderen met Zoom en allerlei andere hulpmiddelen. Het motiveert enorm. Tegelijkertijd voel je, dat voelt het college ook, je voelt je wel eens wat... je zou zoveel meer willen doen en zoveel meer plekken willen zijn. Maar juist die terughoudendheid van die anderhalve meter, die leidt ertoe dat je, ja, zoals we dat nu doen, veel dingen digitaal moeten doen. Maar je zou toch veel liever nog naast mensen willen staan, bij mensen op bezoek gaan, dingen horen. En dat is nu even niet mogelijk. Dus die wat uitgebreide samenvatting van wat we doen, om ook u even wat inzicht te geven in wat we doen en hoe we er met elkaar in staan op dit moment. Wat betreft specifieke beantwoording op de vragen, want u heeft een paar vragen die natuurlijk wel echt in de portefeuille thuis horen, wil ik dat ook in eerste instantie neerleggen, doorgeven aan de wethouders die ook meevergaderen, aanwezig zijn. Dus wellicht, ik kijk even naar de eerste vraag over de zorg, of dat bij de heer Teresa in goede handen is, of bij mevrouw Luiten, of in onderling overleg. Ja. Ik zou het volgende voorstel even willen doen, dat we daar ook gewoon maar even het rijtje afgaan. Dat is misschien het handigst. Lijkt prima, ja. Ik pak het gewoon weer even van u over. Ja. Dus dat de wethouders bij toerbeurt even antwoord geven op de vragen waarvan zij denken dat ze er iets over willen of moeten zeggen. En dan begin ik bij mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee zaken opgeschreven waar ik denk ik antwoord op kan geven. Namelijk de vraag over hoe het zit met het voortgezet onderwijs. Omdat het primair onderwijs uitgebreid aan de orde is geweest. Net als met het primair onderwijs houden we ook met het voortgezet onderwijs voortdurend contact. We hebben uiteraard onze onderwijsmedewerkers, maar ook de leerplichtambtenaren. Die zijn de hele dag bezig met de afstemming. Ook daar zie je allerlei creatieve oplossingen. En wat dat betreft, die willen net zo graag weer beginnen, maar dat duurt gewoon helaas nog eventjes. Dan neem ik ook nog eventjes mee, ik heb net leerplicht genoemd. Samen met leerplicht jongerenwerk, samen doen, maar met name de docenten, is veel contact, ook met onze coördinatie noodopvang, voor kinderen die in een problematische thuissituatie zitten. Het enige wat ik daar wel meteen bij vermeld is dat de kinderen waar we dat van weten houden, natuurlijk intensiever vinger aan de pols. Maar de kinderen waar we dat niet van weten, zal je dat toch via andere kanalen of indirecte kanalen zoveel mogelijk signalen moeten opvangen. We zijn er heel alert op. We kunnen op dit moment niet natuurlijk achter elke voordeur kijken. Maar zodra we signalen krijgen of kinderen raken van de radar, dan gaan we wel, als het niet anders kan, op huisbezoek. Met alle veiligheidsmaatregelen natuurlijk. Maar als via digitaal of telefoon we geen contact krijgen, dan gaan we letterlijk aanbellen. Dat is denk ik even voor de twee vragen die op mijn terrein lagen. Oké, heel goed. Dan ga ik vervolgens door naar wethouder Terietstap. Ja, dank u wel, voorzitter. Zowel zorg als economie pak ik even gelijktijdig. Met een aantal zorgen die gedeeld werden. Ik denk dat die ook wel heel erg herkend worden. Even tijdens crisistijd zie je natuurlijk ook dat de burgemeester daar een belangrijke rol in speelt als vertegenwoordiger in het RBT. Maar in zijn algemeenheid, hoe verhoud je je zowel tot de zorginstellingen als ook tot je ondernemers? Want daar zit wel een vergelijkbaar iets in. Dus dat je probeert in goed contact te staan met zowel de zorginstellingen als met je ondernemers. Om te kijken wat is er nodig en welk perspectief. Hè? Met ondernemers zag je dat met name in de eerste fase als het gaat over ondersteuningsmaatregelen. Maar nu, en waar de heer Gerling ook naar verwees, zie je vooral dat ze willen weten over perspectief.
werkgevers hier vanuit economie of zaken mee om dat bijvoorbeeld ook in het veiligheidsoverleg in te brengen om te kijken of bijvoorbeeld de noodverordening daar ook op aangepast kan worden. Dus we proberen daar heel nauw in contact te staan om te kijken hoe je stap voor stap toch ook wel weer stap richting verruiming kunt die met gezondheid voorop, waarin toch weer wat ruimte ontstaat om te ondernemen. Dus je probeert die rol vanuit de gemeente op te pakken. En een van de meest urgente vragen, denk ik wel, waar we nu met onze ondernemers over spreken, is inderdaad, hoe gaan we ons voorbereiden op die, zoals het nu lijkt, een anderhalve meter economie. En wat is daarbinnen wel mogelijk? En dan proberen wij met name faciliterend te zijn met bijvoorbeeld onze kennis en partners die we hebben, om te kijken hoe we samen met de ondernemer daarna kunnen kijken. Maar je ziet dat heel veel initiatief bij de ondernemers zelf liggen. Wij kijken bijvoorbeeld ook naar ons openbaar gebied, hoe we daar ook goed op kunnen aansluiten. Dus dat is even vanuit economie. En heel specifiek als het gaat over de beschermingsmiddelen bijvoorbeeld. Hè. Wij proberen in contact te staan, zowel met onze directe zorgpartners. Hè. Saxenburg, een hele grote. Baldeborg-groep, een hele grote. Daar zitten wij. Nee, ik zit niet in de garagebed. Dus tegenwoordig zijn er ook mensen die een fiets binnen hebben hangen. Die een vraag in de chat. Maar dit terzijde. Het is misschien. Ja, dit deel terzijde. We laten de chats even voor wat ze zijn. Gaat u verder, meneer. Okay. Heb jij zit in een museum, Bert? Of zie je een schilderij hangen? Maar even ten aanzien van de beschermingsmiddelen. Die verdeling die vindt natuurlijk landelijk of in ieder geval regionaal plaats. Wij proberen met name de signalen op te vangen van onze zorginstellingen als die er zijn. Nou ja, er is een krapte geweest als het gaat over beschermingsmiddelen. Die lijkt wat opgelost te worden, alleen nog voor een aantal specifieke middelen. En ook voor specifieke doelgroepen. Maar je ziet naarmate de tijd vordert dat er voor meer zorginstellingen middelen beschikbaar komen. Nou, contact nogmaals. Daar staan wij mee in contact. Wij, zowel de burgemeester als ik ook vanuit mijn zorgportefeuille. Maar we willen ze ook niet veel voor de voeten lopen. Sommigen zeggen dat ook, jongens, wij redden ons. En als wij een vraag voor jullie hebben, dan benaderen jullie. Ik denk dat het een hele gezonde verhouding is. En ik vind het nog wel even goed. Hè. We hebben het gehad over de gezinnen en over de veiligheid thuis. Wekelijks krijgen wij nu ook een update van Veilig Thuis. En ik vind het denk ik wel goed om te vermelden, is dat wij, daar zien wij nu nog geen toename. En het interventieteam, waar de burgemeester ook naar verwees, die is in het leven geroepen, omdat de periode natuurlijk steeds langer gaat duren. Dus we willen er ook wel beter op voorbereid zijn op het moment dat er wel problemen zijn, wat in de tijd ook kan gebeuren, dat we daar goed op geëquipeerd zijn en dat we erop voorbereid zijn. Dus wij krijgen nu nog geen hele zorgelijke signalen, gelukkig maar, zeg ik, wat in de cijfers zichtbaar is. Hè? Want het meldcode en het meldpunt is nog steeds wel onverkort voor kracht. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee de vragen beantwoord heb die gesteld zijn. Ja, hartelijk dank. Dan gaan we verder naar wethouder Ten Katen. Ja, voorzitter. Aan mijn portefeuilles zijn er verder door de raadsleden volgens mij geen vragen gesteld. De burgemeester heeft een aantal dingen wel genoemd, evenementen. Collega Therese heeft net ook gezegd dat we ook gaan kijken wat betekent die anderhalve meter economie voor het openbaar gebied, zeker als recreatie en toerisme weer op gang komen. En verder, ja, ik denk dat het goed is dat daar ook verder niet meer over uitweiden. Goed, ik denk dat Martijn nog Breukelman nog wel iets heeft te vertellen over de financiën. Ja, heel goed, hartelijk dank. Wethouder Breukelman. Ja, dank u wel. Voorzitter, hebben we het gevraagd, wat was het effect voor Hardenberg? Kunnen we daar al iets over zeggen? We hebben een raadsbrief verzonden met hoe wij om denken te gaan met de instrumenten in de PNC-cyclus. Dat wil zeggen dat we de jaarrekening gewoon conform behandelen. Dat we in de eerste B-RAP de grootste wijzigingen proberen aan te geven, noodzakelijke veranderingen. Dat we de kadernota veranderen door een kaderbrief. Omdat we gewoon nog te weinig zicht hebben op de toekomst. Maar misschien wel het belangrijkste punt, dat we ook komen met een impactanalyse van de coronacrisis op de gemeente Hardenberg. En ik heb daar in de afgelopen dagen al veelvuldig met de heer Bouwman over gesproken. Die is niet alleen voor ons accountant, maar ook voorzitter van de branchegroep lokale overheid van accountancy. En je ziet alle gemeenten
bezig zijn een inschatting te maken van ja, wat is het effect voor ons? Hoe gaan de baten en de lasten zich tot elkaar verhouden? En eerder vanavond heb ik al iets genoemd. Hè. We missen op het moment parkeerkosten, we geven korting op de businessbelasting, we ontvangen minder leesjes, minder huur van accommodaties. En zeker ook het punt van belastingen is dat de vraag van ja, blijft het bij het uitgesteld of gespreid betalen of gaan partijen omvallen waardoor inkomsten echt weg gaan vallen bij ons. Daar staat tegenover dat je een enorme toeloop zult gaan zien als het gaat om de bijstand, ook voor zelfstandigen. Die regeling is ook nog eens een keer extra onder de aandacht gebracht. Dus ja, er zijn in die zin wel wat donkere wolken boven een gemeenteland. En dan kun je een heel positief weerstandsvermogen hebben, maar dat betekent echt wel iets voor de gemeente. En wij streven ernaar om in de PNC-cyclus, als we straks naar de raad gaan met de eerste bestuursrapportage, om daar een impactanalyse naast te leggen, zodat de raad ook iets meer gevoel heeft bij, ja, waar hebben we het dan over? Wat zijn die risico's dan? Hoe kijken experts daar tegenaan? Ik zeg er wel meteen bij, het zal geen analyse zijn die tot de komma berekend is over wat deze crisis ons gaat kosten. Maar we proberen in ieder geval iets meer duiding te geven aan datgene wat nu gaande is. Oké, hartelijk dank. Ik kijk even naar handjes, maar die worden niet meer opgestoken. Dat is mooi. Ik denk ook dat het... Meneer Stelpstra. Ik zie geen handje bij meneer Stelpstra. Die was er wel, mevrouw de voorzitter. Maar ik weet niet wat u er dan mee doet, maar dat is dan de tweede keer dat hij verdwijnt zonder dat ik hem zie. Maar ga uw gang. Ziet u deze? Ja, die wel, maar ik zat op een handje te wachten. Ja. Dank u wel. Ik had even met name aan de heer Breukeman. Hij gaf een mooi politiek antwoord, maar hij heeft geen enkel zicht op de eerste financiële schade. Begrijp ik eruit. Hij kan geen enkel bedrag noemen. Meneer Breukelman. Nou, voorzitter, die woorden heb ik volgens mij niet gebezigd. Ik heb in algemene zin aangegeven wat we te verwachten hebben. En de heer Stelpstra weet als financieel goed onderlegde raadslid volgens mij prima welke posten in de begroting we dan over hebben. Ik bedoel, over parkeren hebben we op het inkomsten van pak een beetje 8 ton per jaar. De inkomsten of de toeristenbelasting doet een bijdrage van 1,2, 1,3 een miljoen per jaar. Dus ja, als je wat aan de slag gaat met rekenen en getallen, dan weet je daar echt wel iets van te maken. Maar ik vind het nu te vroeg om te zeggen, nou ja, dit zou het bedrag ongeveer zijn. Daarvoor is het echt te vroeg. En wil ik met onder andere accountant bijvoorbeeld nog echt goed gaan zitten van, ja, wat is nou een reëel percentage? Wat zijn nou reële bedragen die je kunt noemen in zo'n impactanalyse? Okay, hartelijk dank. Zijn er verder nog mensen die hier iets dringends over willen zeggen? Ik let nu ook op gele handjes, niet alleen op blauwe. Heel goed. Dan zijn we bij de rondvraag, agenda punt 12. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Geen rondvraag. Helemaal goed. Dan is agenda punt 13, sluiting van de vergadering. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de medewerking. Ik denk dat we het als raad heel goed hebben gedaan, deze eerste digitale vergadering. En ik dank u voor uw inbreng en tot over 2 weken.